Zietske! Jan, we zijn er weer. Iemand op Twitter zei: Ik snak naar een bakkie hier. Dus ja. Ik, mensen ik snakken ook. er weer naar. Echt. Het is weer hoogste tijd. Uh, vorige week hebben we met Jan Boos uh, gesprek gehad. Die is heel goed bekeken. Ontzettend leuk dat het goed ontvangen is. Wij vonden ja. het ook heel erg leuk. Uh, dus misschien kunnen we daar nog even over napraten. Uh, dat, is, dat is een vrouw die ik al heel lang ken. Ja, bekend van. Die is niet zo bekend. Ja, van Bakkie met Esma. Kom, kom allemaal gezellig binnen. Neem even een bakje, bakje, bakkie, koffie of thee of wat je dan ook graag drinkt. Het is vandaag vrijdag 21 juli. We zijn nu bij bakkie 33 alweer. 33 en... is the magic number. Ja, ja precies. Uh, dus uh, kom er gezellig bij jongens. En we hebben weer een leuke stapel post. Uh, gaan we zo even bespreken. Heel erg fijn, leuk. En we hebben een aantal onderwerpen voor jullie. Uh, we willen het met jullie gaan hebben over de gebroeders Steed, onder andere. Het weer natuurlijk, wat, wat nou ja, de, de weerkaarten misschien, moeten we zeggen. Fransje Timmermans, of Sransje Timmermans, als ik ergens <laughs> las. Uh, Paulus de Boskabouter wordt hij genoemd. Allemaal veel te onschuldige namen volgens mij voor deze man. En verder, uh, ja, wat er ook zoal ter sprake komt. Heb jij nog uh, nu, een ja, onderwerp dat ik, ik ben vergeten? Ik wil het en hebben In de, in de, in de, ja, in de categorie uh, oplossingen wil ik het hebben over waarzeggers. Ja. Het is noodzaak om waar te zeggen. Ja, mooi. Dus dat, dat, dat lijkt me heel belangrijk. Misschien nog eventjes over het, over het weer. Ik weet niet of jij onder de blaren zit uh, en onder de, onder, de, onder de wonden. Maar uh, ik zit echt, mijn hoofd is, dus, uh, ja, ja. Ik zit echt uh, helemaal onder de melanomen. en de. Pff, ja, ja. Ik, ga, ik ga ook niet meer naar, ik 1, naar buiten. Ik nee. ga niet meer naar buiten tussen nee. 1, en, uh, 1 en 6. zes ik waag het er niet meer op, die straling. Nee, ik, uh, ik duik af en toe met mijn hoofd in de vrieskist. Die heb ik speciaal daarvoor gekocht. Of ik ga er even in liggen. Ja. En dan kan ik toch weer even een uurtje er tegenaan. Ja, het is echt verschrikkelijk met het weer. Ja. Uh, mensen, wat een waanzin, hè? Wat een waanzin. Ja, vergeet niet te liken, te delen en te abonneren op ons kanaal. Uh, dat kan allemaal via al die knopjes hieronder. En ook als je het belletje aanvinkt, dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe uitzending hebben. Want die zijn niet altijd op vaste momenten. Dus dat is handig als je dat gewoon in je inbox krijgt. Of hoe werkt dat precies? Dan krijg je zo'n notificatie-melding. Um, ja, en um, doe ook een donatie hieronder. Dat kan dus ook via. Af of via Y-Donate. Uh, want ja, als jij, net als heel veel anderen, verlangt naar een heet, gloeiend heet, vers bakkie elke keer van ons en het liefst twee keer in de week, um, ja, dan is het natuurlijk wel heel fijn als je vaste supporter wordt van bakkie met ik en Bergsma. En dat kan dus al vanaf 5 euro in de maand en je kunt het ook altijd opzeggen, want wij kunnen alleen maar groeien samen met jou. We gaan meteen even we gaan meteen met de post beginnen en dan gaan we daarna hmm. meteen naar de onderwerpen. Uh, kijk, een BH. Wat mij opvalt is dat mensen, ja, me, dat mensen heel goed luisteren. Hè? Want wij hebben het een paar keer over de postzak gehad. Nou. Oh, het is geen BH. Kijk, dat is gek. Wat ja, leuk. Dit, zeg. dit is wel een beginnersformaatje. En dit is nog een kleine zak. Want ik denk niet eens meer dat het hier allemaal in past. Maar dit wat is ontzettend, ontzettend leuk. leuk. Wat ontzettend leuk. Het heeft iemand gestuurd. Heeft iemand opgestuurd, ja. Ik heb niet zelf gemaakt, natuurlijk. Ja, dat had gekund. Dat had gekund zelf mee. Die, dat. die brieven, die, die schrijf ik eigenlijk allemaal zelf, ja. Die kaartjes stuur ik allemaal naar ons. En ik begin even met deze. De lafheid te lijf van Søren Kiergaard. En ik ja. moet even so sorry zeggen naar de verzender hiervan. Want dit, dit hebben we al een tijdje geleden gekregen. Maar dat is dus ergens. Ja, dat heb ik apart gelegd. Zo van, oh, dat ga ik meteen even inkijken. Maar dat lag dus ergens in de gang onder een, um, onder een stapel uh, kranten. Heel stom. Okay. Ja, Maar ik heb hem weer ja, gevonden. Iemand, op, iemand is er op Twitter inderdaad teruggekomen. Toen dacht ik ook, van, oh fuck, dat hebben we helemaal niet behandeld. Maar nee, fijn dat, 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 dat je dat kan gezien nee. hebt gezien ja. ik, heb, ik heb nu inmiddels een hele goede uh, hoe heet het? doos waar alles meteen in gaat. En dat, dat kan helemaal niet verdwijnen meer. Even kijken, De, die persoon die zegt, even kijken, dat is Bernadette. Uh, hij, ze zegt: Ik ben altijd weer geraakt door hoe Kierkegaard je weer helemaal terug weet te werpen op jezelf. Hoewel de onderwerpen die hij aansnijdt op het eerste gezicht vaak deprimerend lijken, zijn de teksten juist heel opwekkend voor wie het ziet. Ook onverminderd van toepassing op deze tijd. Deze toespraken zetten je aan om in, de, in je kracht te gaan staan. Door jou als enkeling absoluut verantwoordelijk te maken. En ze laten zien dat dat iets verheugends is en niet Iets om moedeloos bij ineen te zinken. Prachtig. Ja, dat vind ik inderdaad ook heel mooi van Kierkaart. Het is niet ellendig om op jezelf op je eigen benen te gaan staan. Om even in de boeken te blijven. We hebben deze gekregen. Er zaten, er zaten geen kaartjes bij. Dus je kwamen rechtstreeks via Amazon bij ons binnen uit Engeland dus. Um, dit is Riding the Waves of Culture. Okay. Uh, ken het niet? Understanding Diversity in Global Business. Maar dit ziet er wel interessant uit. Dat ga ik uh, ook bekijken. Um, deze: Cultures and Organizations, Software of the Mind. Oké. Okay. Geert Hofstede ken ik volgens mij wel ergens. Heavy stuff. Heavy stuff, inderdaad. Ja. Uh, dit is even wat minder heavy stuff. Ik weet niet of het aan jou besteed is, hoor, Jan. Maar jij hebt nog niet dit gezien. Dus ook voor elk eentje: Timothy Leary. Ja. Uh, the Psychedelic Experience. Timothy Leary. Ja. Er is iemand die kijkt, die wil dat wij aan de, aan de psychedelics Leary. gaan. Ja. Um, William Ramsey heeft het uh, vaak over Timothy Leary. Dus ik, ik weet er wel iets van. Hmm. Maar um, ik kom daar volgende week op terug. Ja. Overigens een hele, hele, hele geweldige podcast. William ja. Ramsey Investigates. Dan nog deze. zijn. Perception, ook ja. twee. Dat is aardig, twee voor elk eentje. Mm -hmm. um, gaan ja. we ook lezen. Geweldig. Komen we dat daar nog op dat terug. is Huxley toch? Dat is Huxley, ja, vintage ja. Huxley. Nee, nee, die heet geen vintage, hè? Die heet elders. Ja, dus Ja, Huxley. weet ik, weet ik. Maar Niet dit is uit, Huxley. Nee, maar dit ja. is uit de. Oh, sorry. <laughs> Oh, ik kan mij heel makkelijk in de maling nemen. Dat is echt mijn zwakke plek, hoor. Je zou zeggen van niet, dat ik dat ik niet ja. zo snel. Uh, maar dat is toch. Uh, ja, ik weet niet. Oké, okay, dan hebben we nog een aantal ka kaarten. Even kijken. Dit is een hele leuke met een koeder op en er staat stoute heersbeestjes schudden ons wakker. Gekke mieren vinden de weg. Met een hele mooie donatie erin van 60 euro. Dank je wel. Veel liefde en groeten uit Tukkerland. Tukkers. Altijd goed. Altijd ja. goed. Ja, daar zit een hele fanbase volgens mij hoor, een Tukker. In het nou, tukkerland. Tukkers, tukkers zijn geweldig. Ik ben geboren in Tukkerland. Siriusstraat ah. 12 in Hengelo. 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 <laughs> uh, dit is een kaart uit uh, Normandië. Sietske en Jan, al wandelen met mijn piepjonge kleindochter over de bevrijdingsstranden. Denk ik: zijn we wel bevrijd en wie bevrijdt ons nu? Ik weet jullie antwoord. Nu moeten we het zelf doen. Ja, eh, groetje, cool. Groetjes van Annemarie uit Twente. O, Twente alweer. Maar zo goed gezegd. Mm. Bijna, het is bijna een gedicht. Mooi, hè. Kort Heel en goed. krachtig. Prachtig. Ja. Ja. Um, en hier een kaart uit Italië. Buongiorno Jan en Siete. Lieve zonnige vakantiegroetjes uit het prachtige Italië. In het kader van Stuur ik eens een echte vakantiekaart, handgeschreven. Willen we aan jullie oproep graag gehoor geven? Ik lees het zegt voor, sorry. We luisteren ik... trouw naar iedere uitzending van jullie, zelfs op ons vakantieadres. Jullie zijn top. Ga zo door, Nico en Ria. Maar ik vind het heel knap, want, want deze mensen leven waarschijnlijk dan in, in een soort grot of zo, want volgens de NOS is <laughs> ja, Italië ja. inmiddels uh, is verbrand. Het ja. is gewoon 80 graden daar. Ja, dat, ja, je kan net zo goed gewoon meteen in de, in de lava gaan zwemmen. Ja, in, ja, in de stromboli. <laughs> Ja. ja, maar weten we ook niet of dit misschien is het wel de laatste kaart ooit die Nico en Ria schrijven? De laatste kaart uit Italië. <laughs> ja, want die worden, die worden over een uh, paar duizend jaar teruggevonden, zoals de mensen in Pompeji, weet je wel? Ja. Ja, zo, precies. In, in zo'n zo feutushouding. Helemaal in, het as, in de as gelegd. Ja, precies. En Herculaneum, of weet je het? Hekulaeum. Ja, <laughs> dat, dat is ook zo'n dorp daar in de buurt. De levende, Leven. stam, levende ah. nou ja, niet levende, dode standbeelden, zeg maar dan. Ja. Ja, het wordt een beetje een melige uitzending wordt dit. Frans Timmermans had er vast iets heel veel mooier over kunnen zeggen. Ja, hij kan daar echt iets heel moois De zijn. mensen in Italië die op vakantie gingen en overvallen werden door 50 graden hitte en levend verbranden voor hun tent. <laughs> Stelt u zich dat eens voor? Hè, dat is, moet je van, Timmermans moet je je dat altijd voorstellen. Maar we gaan het zo over Timmermans hebben. Dat, dat je geliefde levend ja. ziet versroeien. ja. En, en, ja. En dat alleen hun trouwring nog overblijft. Alleen hun trouwring wordt nog gevonden. Jan en Sietje. wat ik... Oké, okay, dit is ook een leuke. Ik ga die helemaal voorlezen. Het is een wat langere tekst. Um, maar, um, die heeft een... Zij heeft... Er zat geen naam bij trouwens. Hij of zij heeft een uh, donatie gedaan. Dus niet in de kaart, maar via de petje af, denk ik. Of why donate. Top. En, uh, en zij heeft er een schepje bovenop gedaan. Sinds de uitzending van Pepijn. Dat vond ze een hele goede uitzending. Alle goeds. Um, uit Brabant. Mooi. Nou, kijk eens uit mijn oude stekkie. Ik kreeg ook nog een kaart. Ik weet niet wie dit zijn. Maar er staat zes weken met Karin en de kids op het Enkhuizer Zand is wel wat lang nu jij vergoed naar Loosdrecht bent. Maar ik vermaak me prima. Leuk om die... Uh... Weet ik niet. Leuk om die visserskoppen zich te zien afpijnsen als je in het Duits vraagt waar het standbeeld van Sietske Bergsma staat. Oh. <laughs> dat is lekker. Leuk man. Even kijken. Hier nog een mooie donatie. Dit is de laatste, of ene laatste. 20 euro van iemand. Ook een anoniem persoon. Ik denk dat mensen het toch een beetje eng vinden om met hun naam in de uitzending te komen, misschien. Postkaartje, weet niet precies. Er staat iets over. Oeh, Geen enkel huis is er meer vrij, dus op een hooiberg wonen wij. Ja, geen huis meer vrij, je moet op een hooiberg gaan wonen. Maar dat is dus ook alweer niet mogelijk, want dat vliegt natuurlijk meteen in de brand. Ja, met deze hitte. Dus waar, ja, waar moeten we dan uh, ja. stoeflucht zoeken? Ik heb overigens nog Aten. nooit zo lekker geslapen als in een hooiberg. Je kan echt in een hooiberg. Mm -hmm. Daar kun je in slapen, dat is niet te geloven. Oh, ik weet het niet, ik heb dat nog nooit gedaan. Oh, het is geweldig, ja. Ik was op oefening met, het, met de NATO. Was ik op oefening in 1984, opa vertelt. Enorme oefening. En toen mm -hmm. moesten we net in het hooi slapen. Nou, het was niks geweldigs. Heerlijk. Iemand die stuurt een mooi gebed voor mijn kinderen. Ik weet, dat is van Geeske Wiersma. Maar dat is het, het gedicht is van haar. Maar de kaart is van Thea. Kijk, luister al een hele tijd naar, naar jullie bakjes En nu samen met Jan. Jullie vullen elkaar goed aan. Informatief, leerzaam, humor. Kijk uit naar jullie bakkies. Ik ben ook buddy. Ik vind het belangrijk dat jullie hiermee door kunnen gaan. Geweldig. Ik hoop ook nog heel veel bakjes te kunnen doen met jullie. Ik vond dit gedicht toepasselijk in deze bijzondere tijd. Ja, heel veel een klein stukje eruit. Houd gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten. Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Dat vind ik mooi. Ja. Oh, dus voor mensen die iets willen sturen. Dat kan dus naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Ja, we vinden het te gek. We vinden het echt te gek. Heb je talent? Ja. Kun je iets maken? Wil je gewoon iets sturen? Wil je een kaartje sturen? iets laten weten? Fantastisch. Ja. We trekken je de en, camera. En als je iets maakt, kom je dus ook hier op de toonplank. Ja. Ah, ik zie het popje staan. De wijn. Nog steeds. Ja, die was niet. al op. Die... <laughs> ja. De... ja, precies. Ik vul hem <laughs> elke keer weer opnieuw bij. Met... Okay. Als, als, jij, als we hem straks samen open gaan maken, want dat is natuurlijk het plan, hè? binnenkort toch een keer? Ja. Dan doen we, er, doen we er een lekker kaasje bij of een lekker worstje. En dan ja. denk jij dat jij die vrijstaat wijn drinkt, maar dat is dan gewoon een uh, Albert wijntje. Ja, precies. <laughs> nee, ja, dan zo... gaan we, we gaan hem live samen ontkurken. Nou, fantastisch. Helemaal goed. Als er iets trouwens... te vieren valt, als er iets te vieren valt, weet je wat een mooi moment zou zijn om die wijn open te maken? Nou. Als we 300 petjes hebben. Ja, dat is zeker. En dat moet eigenlijk en we zijn er bijna. Volgens ja. mij is het nog tien of zo, hè? Dan ja. hebben we er driehonderd. Trouwens, Sietske, weet je dat ik een rukker ben tegenwoordig? Ja, jij doet... ja, je bent een rukker. Ik ben een ja. rukker, ja. Maar volgens mij en, ben jij ook een rukker. Ik ben ook uh, een rukker geworden, ja. 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 Ik ben wel nog echt een beginnende rukker. Uh, ik ben een gevorderde rukker. Ben dus jij bent een gevorderde rukker. rukker. Ja. ja. Uh, ik, uh, ik ben nog niet zo'n zware rukker ook. Ik ben nog een beetje lichtgewicht rukker. Maar op hoeveel kilo zit jij nu? Wat, ruk, ruk, een... jij, wat ruk jij al weg in een, ik uh, in een dag? Op. 15 kilo. Jij rukt 15 kilo weg. Ik ruk 15 kilo weg. Nee, dat is, ik wil er toch even aandacht aan besteden. Want er zijn een heleboel mensen. die net als ik. gewoon toch een klein beetje tobben met hun gezondheid. maar toch heel graag willen sporten. En ik ben geen uh, arts of gezondheidsadviseur. Dus vraag altijd je arts wat wel en niet kan. Uh, maar wat ik echt fantastisch vind heb ik ontdekt. Uh, is, ga gewoon lopen. Ga gewoon wandelen met een rugzak om met gewichten erin. En dat heet uh, rucking. En dat, okay. Je kan dat doen met een bodyvest. En je kan het doen met een rugzak. Maar ik moet zeggen dat... Nou, ik doe het nu anderhalve, twee weken. Nou, ik ben zo ongelooflijk veel sterker geworden. En mm -hmm. voor je core en voor je bovenbenen en zo. En, maar het fijne is, het heeft geen echte impact. Dus je hebt niet de enorme spierpijnen of spierscheuringen of whatever. Je, je kunt gewoon... Aan alle knoppen draaien. Je kan weinig gewicht doen. Je kan veel gewicht doen. Je kan lange afstanden doen. Korte afstanden doen. Mm -hmm. uh, ja. Je bent niet de hele tijd buiten adem. Maar ik merk gewoon dat kracht gewoon enorm toeneemt. Dus uh, ja, ik vind het een aanrader. Maar vraag altijd je trainer of je arts of de idee is. Het heet Zeker. Rukking. Vandaar dat, ja, vandaar dat heet, ja. uh, die naam, dat we daar zo'n grap, leuk grapje mee maakten. Maar het is de, de sport heet Rukking. Ja, iemand heeft dat eens dus bedacht. Dus niemand gaat het doen. Maar het is echt een aanrader. Maar het is even, want het, kijk, wat wij doen, hè, dus in het nieuws duiken dagelijks, dus met name via Twitter, maar wat je gewoon overal meekrijgt. Het is één grote maalstroom van propaganda. En ja, kijk, wij maken ze niet bang, maar het is wel, uh, het vraagt, heeft het je aandacht? Kijk ja. naar ons, kijk, doe, hè, reageer ja. hierop. De, de kunst is dus om de grote lijnen te blijven zien. Dus iedereen kent zo langzamerhand wel die, die clipjes van Jury uh, Besmenov. Uh, dus uh, mm, dat ja. verwarring, verwarring is hun doel. Dus probeer gewoon inderdaad tijd rust te nemen. Probeer de grote lijnen te blijven zien. Probeer je niet af te laten leiden door allerlei bullshit. Probeer gewoon door je ogenharen te kijken van wat speelt hij nou echt? Wat gebeurt hij nou echt? Mm, ja, en en, daarvoor ja, moet je af en, en niet verbijsterd raken. Niet elke ja. keer verbijsterd. Dat is het vooral bij mij hoor. Ja. Want toen, toen, toen Frans Timmermans zijn lijsttrekkerschap aankondigde. dan kan je denken: van oh ja, dat Twitter ik trouwens ook hè, van ook dat nog. Ja. Maar dacht ik, ja. Maar ik eerlijk, hè, dacht ik bij mezelf. ben je nou, ben je nou verbaasd? Wat, wat, wat voor emotie laat je hiertoe? eigenlijk, hierover. Dit is helemaal niet ja. iets waar je over verbaasd moet zijn. Want, dat is een, want dan heb je het gevoel alsof je wordt geleefd. door de gebeurtenissen om je heen. En als je ja. je op instelt. dat ze deze trucendozen natuurlijk al lang hadden. Van uh, zoals ik het gisteren uh, beschreef, hè, van uh, Frans Timmermans is de straf voor het nat liken van Sigrid Kaag. Hè? Uh, oh, jullie willen Sigrid Kaag niet? Nou, we hebben nog wel een ander hoor. Snap dus... je? Dus ja. Is, ja, dat is dus onze straf, voor, uh, want dit, dat is hoe de pathocratie werkt. Want dit is natuurlijk een, een duidelijk voorbeeld van hoe de pathocratie werkt. Hè? Dus de, het systeem wat wordt geregeerd door psychopaten en narcisten. Is dat ze nooit, uh, nooit de schuld of de verantwoordelijkheid bij zichzelf zullen zoeken. Uh, ze zullen en moeten andere mensen beheersen. Wij moeten in hun gedachten zitten. Zij moeten in onze gedachten zitten, bedoel ik. Ja, yeah. voortdurend. They will always double down. Ze zullen nooit, tot het voorbij is, nee. zullen ze nooit één micrometer toegeven. Vandaar ook het weftasje van Rutte. Uh, mm -hmm. dat moet hij blijven dragen omdat hij daarop gewezen is en het dus moet blijven dragen want als hij je tasje niet bij zich heeft zeggen ze waar is je tasje gaat het mm -hmm. niet zo goed yeah. dus er mogen gewoon geen scheuren in komen dus inderdaad kaag weg nou dan maken we het toch nog ietsjes erger voor jullie mm -hmm. dus een wef neemt altijd zijn volgers mee uh, ja. dat, dat, dat zag je bij uh, ja dat dat zie je bij alle sect. dat zag je bij Jim Jones uh, dat zie je bij uh, bij David Koresh dat mm -hmm. zie je bij alle sectes nemen hun mensen mee uh, naar de hel of naar de hemel. <laughs> zo simpel is het. Ja. Dus uh, zo makkelijk gaan wij niet afkomen van deze, van deze fijne ja. mensen. En wat deze secte zo gevaarlijk maakt, is dat het niet beperkt is tot een soort ja, een plek ergens afgelegen van de wereld. Zeg maar. Het is in de wereld. Hè? Het, is, het, is, het is voorbij grenzen en uh, taal. Uh, het is een wereldwijd. Uh, nou, dus wereldwijd. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want het, ik, ik, ik zei ook in de poppenkast, waar ik overigens heel veel leuk commentaar op heb gekregen, maar uh, heb ik ook gezegd: Ja, Nederland is gewoon straks het enige globalistische land ter wereld nog. Oftewel, ja, wij spelen globa globalistisch in het Westen nog, ja. maar de, de, de het hele, de hele Oosten, het hele zo Midden, waar. iedereen is weg. Mm -hmm. en, en wij spelen nog steeds het spelletje alsof wij de wereldregering aan het, uh, aan het optuigen zijn, terwijl het echt helemaal nergens meer over gaat. Dit is dus, zo en... waar. Dit is zo, wij zijn een globalistisch wereldje aan het spelen op een paar honderd vierkante, me 100 ja. vierkante meter. Uh, terwijl China, goed, mensen snappen het. Maar dit... nee, Frans Timmermans niet welkom in China. Hè? Die is al een <laughs> paar keer afgewezen van: hij nee, kom maar niet uh, gek. Dus het is, uh, nee, wij spelen globalistisch op een. Op een, op een op een postzegel. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat de secte een steeds kleiner terrein krijgt en dus steeds gevaarlijker wordt voor de mensen die zich nog in dat gebied bevinden. Which is us. Ja. Laat staan de mensen die een grote bek hebben. Which is us. <laughs> dus, mm -hmm. Nee, 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 nee. Dat nee is ze, niet gaan, fijn. ze worden gevaarlijker. Ik denk dat ja. dat heel belangrijk is om dat uh, ons te realiseren. Ja, uh, zeker weten. En, het is kijk, niet zo China... dat als zij verliezen, dat het dan minder gevaarlijk wordt. Nee, dan wordt het juist gevaarlijk. Hmm. Ja, in China hebben ze gewoon helemaal geen respect voor deze grote baby's. Wat Frans Timmermans is, is een grote baby. Ja. Maar, een gevaarlijke, vind gevaarlijke niet... grote baby. Maar vind jij niet dat wij al zodanig in een soort van magische tele-tijdmachine zitten... Hmm. dat wij het gewoon accepteren dat Frans Timmermans... Uh, leider van twee splinterpartijen... de nieuwe premier wordt. Ik, ik luister naar Weert Duck. Dat is een podcast. Dat doe ik af en toe om mezelf pijn te doen. En die, ja, die gaat er eigenlijk... Wat bedoel, je, eigenlijk met pijn een, doen? Wat bedoel je met pijn nou, doen? Nou, ik, ik, ik vind wel... Ik vind Wierd een aardige kerel, maar ik vind... Hij heeft een soort normie gehalte... Wat, waar ik niet al te lang... naar kan luisteren. Maar dat komt ook... omdat ik gek ben. Dus dat, is, dat ligt niet aan Weert, Dat ligt aan mij. Maar ik bedoel... Uh, um, kijk... Wij gaan er nu al voetstoots van uit. En dat is ook logisch. Want Frans Timmermans. Die geeft natuurlijk nooit zijn. zijn ja, zijn vette, luie baantje. In, met, met auto, met. Auto, limousines en, en. En veel vreten en wijn en zo. En die prachtige restaurants in Brussel. Laat staan wat er allemaal daar in de sauna's gebeurt en zo. Dat gaat hij natuurlijk nooit opgeven. Voor, voor een bestaan. broodjes kaas als minister. Uh, 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 dit, dat gaat hij alleen opgeven voor, voor een bestaan als, als minister-president... en niet voor een bestaan met broodjes kaas in de Kamer... Uh, bij, bij de, bij de uh, groen-PVDA. -pvda. Dat gaat hij natuurlijk mm. nooit doen. Dus, dus dit is al gewoon in beton gegoten, deze hele deal... dat Franske uh, de, de nieuwe premier wordt. Dus we gaan, daarmee neem je dus eigenlijk ook voetstoots aan... Dat de, regering, of dat, de, dat de verkiezingen helemaal geen zin hebben... Dat campagnes helemaal geen zin hebben, maar dat Franske ja, gewoon de nieuwe farao uh, uh, wordt. Dus dat, ja. en dat, dat, het gaat mij vooral om het gevoel op Twitter dat iedereen zich daar eigenlijk al een soort van bij neer heeft gelegd. Van ja, dat, dat, ja, dat, wordt nou eenmaal, dat gebeurt nou eenmaal zo. Daarmee, dus ook al wil je de democratie niet ontkennen omdat je gewoon er nog in wil geloven, toch heeft iedereen al zoiets van ja, dat wordt dus de nieuwe baas. Begrijp wat ik bedoel? Dat, mm -hmm. dat, maar, dat, ja. dat schiet zo'n gevoel van. Ja, maar hij komt alleen maar uit Brussel om een partij te leiden die mee gaat doen aan de verkiezingen. Terwijl iedereen het er al over heeft van. van ja, dit wordt dus de nieuwe chef. Weet je wat? Ja, wat is GroenLinks? Wat is Partij van de Arbeid? Stelt helemaal geen fuck meer voor. Ondanks nee. dat, dat Maries de, de Hondse nu op 28 zetels speelt. Terwijl normaal een fusie. En zeker van twee partijen waarvan de helft van de leden. gewoon helemaal niet blij is met die fusie. Uh, gewoon implodeert. Dus ik denk ja. ook weer dat, en dat, dat kan ik niet hard maken, maar ja, zoals, zoals Jensen ook zegt, van ja, Marie's de onbetrouwbare hond. Ik denk dat Marie gewoon, um, gewoon, uh, Frenske gewoon naar de, dat premierschap uh, toe gaat peilen, weet je wel? Mm -hmm. Van oh, joh, dat, deze strijd gaat toch echt tussen, uh, tussen Frans Timmermans en, uh, en, uh, en. Ja, maar ze hebben dus ook ja. zo. dat wil, terwijl het daar helemaal niet om gaat. Ik ben het met jou eens dat hij hier niet komt omdat hij uh, zo vol zit met allemaal nieuwe linkse idealen. En uh, links op de kaart wil zetten met een nieuw elan, of uh, zo enorm gemo intrinsiek gemotiveerd is om Nederland uh, beter te maken. Uh, dat, is, dat is gewoon niet wie hij is. Frans Timmermans uh, wil hoog en, ja, wil, hè, zoals uh, Boris van der Ham het volgens mij ook zei op Twitter, hij trapt naar beneden en hij likt zichzelf naar boven. Dat is wie hij is. Um, Boris van der Ham heeft die tweet trouwens weer weggehaald ja. later. Heel grappig. Maar dat is dus, ja. heel veel mensen inter weten ook precies met wie ze te maken hebben. Uh, hij, 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 hij wil de macht. Dus inderdaad, hij gaat, niet, hij gaat hier niet mee akkoord met deze nieuwe positie als hij niet op een of andere manier gelooft, of misschien wel zeker weet, dat, um, dat hij inderdaad in het torentje kan komen. Maar andere kant, ze zijn ze zo van, van elke realiteitsbesef, um, ver, ver, ontdaan, hoe zeg ik dat, uh, uh, verstoken, omdat ze natuurlijk de media heel erg op hun hand hebben. Je ziet ook dat alle berichten in de media nu al Frans Timmermans uh, bewier ook uh, hè, als de nieuwe, ja, wat is het? Um, ja, de man die, de man die, die echt weer die, die staatsman kan worden of zoiets. Ja. Zo, hij wordt zwaar, net als Kaag. Hij wordt, hij wordt zwaar geminacht. Uh, hij is niet populair. En iedereen ziet dat het een poseur is, en een gek. Ja. Maar, uh, dus hij, ik werd denk... ook, hij werd ook heel mooi door, door Jeroen Pauw een pootje gehaakt uh, gisteren. Heb je dat nog gezien? Nee. Je bent echt. Uh, Jeroen Pauw die, die. Ik ben even de, ook weer de inhoud kwijt, maar, maar Jeroen Pauw die heel erg. Um, onkarakteristiek van links-Nederland. Die sabelden hem echt volledig neer. Dus misschien kunnen we dat clip... Ik zal het clipje opzoeken, dan uh, kun je het even laten zien. Nee, maar dus ik denk dat, dat, dat we een soort van tweede kaag situatie gaan krijgen. Hè? Dus met dat op de tafel dansen en zo. Dat gaan we nu weer krijgen. Alleen kan Frans natuurlijk niet op de tafel dansen. Ja. Dat gaat dan mis. Haha. Maar hij gaat wel... Ze gaan wel dat hele mediacircus optuigen. Maar... maar, maar... Wat jij ook heel vast, vaak zegt, hij, hij, hij heeft geen liefde van de mensen. Ja. En uh, ik denk dat hij bij GroenLinks is die niet populair volgens mij bij GroenLinks stemmers. Ofwel, ik, ik weet niet, maar een PvdA stemmers, ja, die, die moeten hem ook niet hebben. Want hij is gewoon het toonbeeld van netwerkkorruptie. Uh, hè? Er is niks links aan die man. Er is niks sociaal-democratisch aan die man. Hij, hij heeft, hij heeft hij... één agenda, dat is die klimaathysterie. Uh, ja. uh, wat, wat gewoon betekent dat mensen verarmen. Ik, 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 ja, dus, er is eigenlijk geen enkel raakvlak tussen de persoon van Frans Timmermans en, en het links van de PvdA, of GroenLinks zelfs maar. Nou, dus ik zie, nou, ik zie gewoon niet hoe hij, uh, ja, hoe, hoe hij in dat zadel geholpen gaat worden. Nee, maar merk je het schisma? Aan de ene kant. Als je het beredeneert, denk je van, ja, Frans Timmermans heeft er in zijn hoedanigheid als commissaris alles voor gedaan om zijn eigen land te slopen. Mm -hmm. uh, ergo, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat deze man één stem haalt. Want ja, wie wil die, 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 die rare, dikke psychopaat uh, hier uh, op een troon trekken? Want ja, hij heeft de boeren gesloopt, hij heeft de vissers gesloopt. Hij heeft iedereen een stuk armer gemaakt. Hij wil dat je juist niet meer kan. kan hij is van, hij is van de net, net zero. Hij politiek, wil dat je hè? geen vlees meer eet. Hij wil, dus ik bedoel, iedereen heeft reden om hem op zijn minst uh, te minachten en hem niet leuk te vinden. Dus waarom zou iemand op hem stemmen? En aan de andere kant accepteren we. In mm. een andere kant van onze hersens, accepteren we gewoon. Ja, hij wordt het gewoon. Ja, ja. En dan kijk ik ook naar de media, en dan kijk ik ook naar, naar Weird Duck, en dan kijk ik ook naar iedereen op Twitter. Iedereen heeft zoiets van: oh, als Frans wordt aangekondigd ja, ja. door die magische wolk, van eerst komt het dan zo'n gerucht, weet je wel, en dan ineens komen de krantenkoppen, en dan ineens komen de televisieprogramma's, en dan komt de aankondiging van: de, het wordt Frans Timmermans. En dan, dan voel je gewoon van, ah, hij wordt het gewoon. Ja, en dan zijn er helaas, het... ja. Dus als we dan nog enigszins in het democratisch proces geloven... en dan gaan mensen naar de stembus straks in november... dan zeg jij dus van mensen zijn er al ja, eigenlijk tegen, tegen, te, tegen hun zin in... in gaan geloven dat dat de enige optie is. Dus gaan ze, het maar, dus gaan ze maar op hen stemmen of zo. Omdat ze die leider zijn gaan zien... Uh, in, in, ja, een uh, 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 ja, soort... Uh, ze, hebben, ze hebben hem al gevisualiseerd vanaf het eerste moment. Dat is wat jij zegt, volgens mij. Nou, dat vind ik een hele interessante invalshoek, maar dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg, is dat, wat ik zelf zeg, dat is per mijn persoonlijke opvatting. Uh, en dat is wat ik ook heb gezien, <coughs> heb gezien in Amerika, de 2000 Mules en zo. Ik denk dat stemmen geen enkele zin meer heeft. Ja, wel, je moet het wel doen en je moet allemaal op FVD stemmen. Je moet allemaal lid worden van mm -hmm. FVD. Maar FVD wordt doodgezwegen. Ze uh, komen niet eens voor in de staatjes. Als geen stijl een staatje heeft, staat FVD daar niet meer in. Nee. Als, als Maries de Hond pelt, FVD pelt hij niet meer. Uh, FVD krijgt geen ruimte meer. Positief of negatief in de media. Ze zijn FVD aan het verzwijgen. Uh, mm -hmm. Terwijl het gewoon een groeiende partij is, de grootste van Nederland. Ik denk dat. Ik noem dat even als voorbeeld. Ik denk dat stemmen. In principe. Dat dat allemaal gewoon vast ligt. Ze gaan gewoon hetzelfde doen als de vorige keer. Ze gaan een luchtbel opblazen. Ze hebben nu die fusie uh, Hebben ze gedaan om een bredere. Want ze kunnen natuurlijk niet Frans Timmermans als leider van een partij met acht zetels of zo. Uh, positioneren als mm. de grote redder. Dus hebben ze die fusie geforceerd om, om een soort van platform te creëren. waarop je uh, 20, 30, 40 zetels kan krijgen. Mm -hmm. Kan faken, waarop zo'n. Ja, waarop die grote troon van Frans Timmermans kan staan. Weet je wel. Ja. Mm -hmm. Dus je ziet het. Je ziet het bouwwerk. We hebben het nu zo vaak meegemaakt. Dat je ziet het bouwwerk van de manipulatie. Als het ware. Voor je ogen ontstaan. En omdat we het al zo vaak hebben meegemaakt. En al zo vaak zien. Hebben gezien. Hoe dat voor onze ongelovige ogen gebeurt. Hebben we nu zo langzamerhand iets van. Oh Frans is aangekondigd. Oh Frans wordt het. Wat je ook stemt, wat je ook doet. Dus ja, ik zeg altijd gewoon: het enige wat je kan doen is lid worden van een politieke partij, omdat je gewoon als lid altijd je partij stemt. En daar kunnen ze niet onderuit komen. Dus, dat, dus op het moment dat, dat, stel dat Forum voor Democratie uh, 300.000 uh, leden zou hebben, nou, reken maar uit, dan hebben ze op zijn minst vijf zetels. Mm -hmm. weet je wel, ja. Want, want ja, je kan dan niet zo'n partij naar twee zetels duwen hey, maar, de, de maar de rol van Omtzigt dan, want die wordt dan gepeild als de meest uh, populaire nou ja, dat is Womer. helemaal, dat is, no dat is een andere aftakking in het rabbit hole dat die Frans Timmermans wordt gebruikt om iedereen naar, naar Omtzigt te jagen en dat Omtzigt de grote Satan is, dat zou het in de speelfilm zijn, <laughs> dat zou het in de goede speelfilm zijn, want ja, mm -hmm. I see dead people Weet ja, je wel, ja. En dan blijkt diegene zelf dood te zijn. Weet je wel? Dus, dus, dat blijft, blijkt die... dus in een echte goede speelfilm. uit de tijd dat Hollywood nog goede speelfilms maakte. Mm -hmm. zou het omzicht zijn waar iedereen naartoe gejaagd wordt. Maar dan ga je wel heel diep het rabbit hole in. en we leven hier wel in de polder. Dus dat maar, gewoon... hoe, ja, maar hoe gaat omzicht samen met BBB niet winnen van Frans Timmermans? Dat is wat ik dan denk. Dat, dat is toch... We hebben, nou, vergeet ja. vergeet Jette dan even en de VVD. Maar, maar, maar waarom is Omtzigt nog geen uh, onderdeel van BBB? Waarom weigert mm hij -hmm. zijn eigen partij uh, te beginnen? Waarom zit daar helemaal geen movement? Waarom maakt BBB zich ineens, ineens zo klein? Waarom mm -hmm. doen ze allerlei uitspraken, bijvoorbeeld over 15 minute cities... Mm -hmm. waardoor mensen ineens een hekel krijgen aan dientje? Ja, en vergeet, dus het is... ook, ja, vergeet ook het... het, het uh... Emotionele, psychologische aspect bij Omzicht niet. Hè? We hebben het net even bij Frans Tiermans gehad over. Die laat, die laat zich niet met een tweede rangs functie opzadelen natuurlijk. Die wil meteen de hoofdprijs. Maar, maar Omzicht is jarenlang gemar gemarginaliseerd, eigenlijk in de politiek. Hè? Dus je hebt weinig uh -huh. spreektijd. Je wordt heet tegengewerkt. Hij heeft een burn-out gehad. Uh -huh. um, hij is gepasseerd voor het CDA-voorzitterschap. Dus dat zijn allemaal dingen natuurlijk, die heel erg ingrijpend op hem hebben ingewerkt. En het feit dat hij nu. Kan ruiken aan meer macht, inderdaad. Ik, ik geloof wel dat dat iets doet met een mens. Dat je dan makkelijker misschien je principes opgeeft, inderdaad. Dat je dan denkt, nou ja, ik schuif gewoon aan bij de, bij de, bij de winnaar straks. Um, hè, want hij heeft ook nog helemaal nu, tot nu toe nog niet duidelijk gemaakt hoe hij het wil gaan invullen. Ja, in zijn eentje. Maar wat, 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 wat is dat voor. Dan laat, je, dan laat je toch een bevolking bungelen op die manier. Dat is toch, dat is toch niet ja. duidelijk? Ja, en, dan, nou, en, dan, en hij, hij wil natuurlijk straks ook een keertje aan die tafel. Hij wil ook een keertje, een keertje niet huilend naar huis. Hè? Want ik zo stel me altijd voor dat hij altijd huilend naar bed gaat of zo. Weet je, van, oh, ja. iedereen is zo oneerlijk. Ik ben Pieter Omtzigt en, weet je wel? Ja, maar Schietke, waarom nu? Waarom niet twee jaar ja. geleden? Hij heeft al, ik heb, ik heb ooit ja. een heel lovend stuk geschreven op uh, janbenning.com over Pieter Onzicht, Van dit gaat helemaal uh, geweldig worden met die man. Mm -hmm. Maar dat, dat stuk is twee jaar oud. En in de tussentijd heeft hij inderdaad alleen maar uh, ja, lopen huilen. Ja. Het is gewoon een huiler. Het is gewoon geen teet. Uh, dus het is geen gewoon: het is, het is gewoon een, uh, de, deze man is of een afleidingsmanoeuvre voor, voor, ja, voor het stemvolk, of het is een ongelooflijke zwakkeling die een plaats bezet houdt... waar gewoon een, st een sterke iemand... gewoon een nieuwe volksbeweging had kunnen oprichten... die echt een deuk in een pakje boter had kunnen slaan. Ik ben ook echt helemaal geen fan van Pieter Omtzigt nee, meer. Nee, ik ook niet. Ik ook dus ook niet. gewoon, uh, hij, had, hij heeft zijn kans gehad... Uh, om een enorme volksbeweging te maken... Uh, tegen Rutte IV, Heeft hij niet gedaan. Uh, en uh, hij, heeft, hij heeft nog steeds, maakt nog steeds geen aanstalten om dat te doen. Nee. En hij, hij kan het wel, hij kan het wel, hij kan het nog steeds forceren. Uh, maar ja, ik kijk het met argusogen ogen aan uh, wat, hoe, hoe, ja, hoe hij dat verhaal. gaat doen. Ja. Maar goed, we zetten, wij zitten ook nog een beetje te het, uh, rond te tasten wat dat betreft. Maar uh, laten we het er gewoon de komende weken nog wel vaker over hebben. Want we gaan het wel volgen, natuurlijk. Ja, uh, ja ik, wil, ik wil het daar even over hebben, over dat rondtasten. Mm. Want wat ik heel vaak zie in, in reacties en zo... en ook op Twitter... is dat mensen verwachten waarheden van ons. En laat ik dan even voor mezelf spreken. Mensen verwachten waarheden van mij. Uh, maar ik ben een zoeker. Ik denk dat wij samen zoekers zijn. Wat wij in dit programma proberen te doen... is, is zoeken. Gewoon kijken van... hé, hey, waar kan het op wijzen? Waar duidt het op? Welke kant kan dit op? Whatever. Dus... Um, en dat doen wij omdat wij de ontwikkelingen willen bijhouden die ons worden opgediend. Mm -hmm. Dus um, in het kader van, van, van oplossingen wil ik het daar even over hebben. Uh, het is goed om voorspellingen te doen, ook al komen ze niet uit. Want de mensen waar wij tegen uh, vechten, um, uh, tussen aanhalingstekens uh, in vrede, die zijn ons. Die zijn ons Tien stappen vooruit. Die werken in, 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 in hele heftige denktanks. Uh, de Rantgroep uh, allerlei andere groepen. Die, gewoon, die, 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 die denken in scenario's. En die zijn ons tien stappen vooruit. Zo'n zo, zo, zo stap als Timmermans, dat is voorgekookt en ingezet en dat is uitgeschreven. COVID was uitgeschreven. Alles lag al vol met. Pakhuizen lagen al rol met, met, die, met, die, met, met die troepen, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, het is goed om in de toekomst te proberen te kijken. En uh, dat betekent ook dat je er heel erg vaak naast zit. Maar je moet die toekomst proberen uh, jezelf toe te eigenen, omdat je dan beter klaar bent voor de dingen die komen gaan. Ja. Mm -hmm. yeah. Alleen je zit er dus heel vaak naast. Je, zit, je doet heel vaak uitspraken waarvan je achteraf denkt: van uh, nou, Rutte is helemaal niet naar de NATO gegaan. Nee, Rutte gaat naar de EU. En misschien gaat hij wel niet naar de EU. Ik denk nu dat hij naar de EU gaat. Maar goed, um, um, uh, Ollongren is niet de minister-president uh, van Nederland geworden. Nee, ze werd ziek. Weet je wel? Maar het is goed om te proberen om samen te kijken naar wat, er gaat, wat ze voor ons in petto hebben. Want alleen zo kun je je erop voorbereiden. Als je ziet dat de boer het hek. Uh, van, de, van het weiland gaat dicht doen en dat de, de slachtauto komt aanrijden. dan moet je misschien het laatste, ja. uh, de laatste mogelijkheid pakken om nog even uit dat hek te vluchten. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja. Dus reken ons er niet op af dat wij niet continu gelijk hebben. Want dat is helemaal het doel niet. Nou, je, moet, je moet ook een uh, gokje wagen, zoals met voorspellingen. Al was het ja. maar omdat je dan openlijk laat zien dat je dus durft te spreken over dingen die je nog niet helemaal begrijpt. Maar wel. Voelt of aanvoelt je, je. Je bent dan ook meer ook met je intuïtie bezig, misschien dan dat je het precies weet. En dat is ja. denk ik ook heel erg belangrijk. Een goed voorbeeld trouwens van iemand die uh, dat nog niet durft of doet, is Arno Wellens. Eh, want Arno mm -hmm. Wellens, ik luister altijd heel graag naar hem. Um, hij is ook heel grappig en hij vertelt, hij weet heel veel over die financiële wereld en alle ellende die daar op dit moment ook uh, speelt, natuurlijk, met de CBDC met name, daar weet hij alles van. Het is echt een enorme. Tijger, hij zoekt het allemaal uit hoe dat werkt op, een, op, uh, op Europees niveau en wat ons te wachten staat. Maar dan tweet hij bijvoorbeeld laatst van. ja, ik snap er niks van. Het lijkt wel alsof Nederland wordt gede-industrialiseerd, gede dat de boeren moeten verdwijnen, dat het bedrijfsleven kapot. Kapot moet. Wat is hier aan de hand? Vraagteken. En toen reageerde Ab daarop van, Nou, als je er klaar voor bent, wil ik wel een keertje met je gaan zitten en dan gaan we het erover hebben. Ja. Maar dat is dus de voorspelling, of de, 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 he, want dat is ook heel moeilijk. Van ja, waar gaat dit heen? Is er niet, niemand die ziet dat, dat het MKB dit niet gaat overleven met al die coronaschulden, maar er speelt natuurlijk veel meer. De boeren. Um... Maar het is straks. Ja, maar. Maar, de, maar dan is er dus een, wel een enorme bak met kennis, maar dan is er nog niet een, een gaaf om dus verder in de toekomst te kijken van oh, da, het gaat daarheen. Ja. Dus, dus dat je de, de stippeltjes doortrekt, inderdaad, van waarom zouden ze dat allemaal doen? Waarom gebeurt het in Duitsland ook? Hm. He? Dus dat ziet niet alleen in Nederland, het gebeurt in Duitsland ook. Hm. Um, een een Waar, enorm rijk land. Waarom moet, dat, waarom moet dat land armer worden? Ja. Waarom gaan ineens alle, alle politici weg? Waarom ja. gaan ze ineens allemaal weg? Wat is daar de reden van? Weet je wel? Ja. Dus, en ik bedoel, um, ja, bedoel, ditzelfde heeft zich afgespeeld, niet precies hetzelfde, maar ongeveer hetzelfde heeft zich afgespeeld vlak voor de oorlog. Er zijn hele mooie films over gemaakt mm -hmm. van, van de Joodse families die aan tafel zitten bij elkaar en dat, dan zegt die zoon, zegt van vader we moeten nu naar Amerika, want dit gaat helemaal verkeerd. En dan ja. zegt die vader: ja, Nee, dat zal, wel, dat zal wel loslopen, zoon. Dat komt wel goed. Uh, ik heb in de Eerste Wereldoorlog gevochten en mij gaan ze niks doen, weet je wel? Ja, dus, maar, het, en dat zijn ja. meestal films die slecht aflopen, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel echt een van de moeilijke onderwerpen. Kijk, het is ook uh, het Mona Keizer-verhaal. Uh, dus Mona Keizer is dan iemand die haar nek uitsteekt en zo. Maar die heeft dan weer zo'n stuk in Elsevier, waarin ze het heeft over de goede bedoelingen van mensen in de overheid. Ja. De goede bedoelingen, maar helaas faalt de overheid keer op keer. Dat was de kop van haar ingezonden brief eigenlijk. En ze gaat heel goed in hoor, op alle problemen die er zijn. En... Uh, de, hoe de overheid, de malfunction van de overheid uh, die totaal is inmiddels. Maar dan heeft ze het dus wel over die goede intenties en het falen. En dan denk ik, jij, moet een, jij hebt een herframe nodig, Mona. Maar dat vinden mensen dan eng. Maar dat, de herframe moet niet zijn, of de herframe moet zijn dat de overheid helemaal niet aan het falen is. Het is ja. maar hoe je er naar kijkt. Ver, definieer falen. falen vanuit welke positie bekeken falen. Falen, zijn deze mensen allemaal, uh, uh, worden deze allemaal, worden ze met pek en veren uh, het land uitgejaagd omdat ze falen? Uh, falen ze uh, omdat ze uh, ja, geen succes hebben met wat ze zeggen te willen doen? Nee, nee, want ze zeggen precies wat ze doen. Dus er is helemaal niet een falen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de, alle ambtenaren die vaak niet eens weten wat ze doen, maar de, 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 de ministers, hè, Dus de top, de echte ambtenaren-top. En alle, alle instituten eigenlijk in Nederland, hè, van AIVD tot uh, planbureaus tot uh, nou ja, de rechterlijke macht, I falen, falen moeten we echt anders gaan zien. Want er is een hele grote groep die heel goed vaart en heel goed uh, um, verder komt, zeg maar, met hun, ja, met hun plan. Um, dus die hebben helemaal uh, niet. Ja, die falen helemaal niet. Nee, um, falen is. Falen is natuurlijk geheel afhankelijk van het doel. Precies, ja. ja. Dus op het moment dat jij zelf in je hoofd een, het goede van Nederland als doel hebt, ja, ja dan falen ze inderdaad. Dan bijna nee, ja, van. Als, als maar jij... Op het moment dat jij ja. denkt: van... Nou weet je, Nederland moet eigenlijk gewoon een bouwterrein worden om een nieuwe stad op te bouwen uh, met nieuwe inwoners, want die Nederlanders zijn veel te vervelend. Net als de Indianen in Amerika ooit. Uh, en Nederland is een prachtige uh, delta uh, waar wij onze nieuwe stad, uh, Tri-State City, op gaan bouwen. Uh, ja, dan, dan gelukt het behoorlijk. Ik bedoel, Amsterdam is gewoon letterlijk afgesloten. Afgesloten. Ja. De, het grootste gedeelte van de dag. En ze gaan nu de, de Klerkstraat ook nog afsluiten. Mm. Uh, dus ik bedoel, ze falen helemaal niet. En niemand protesteert. Het gaat gewoon maar door met, nee, met maar de ik het, Ja, maar dat is, ik vind dat soort taalgebruik dus echt heel essentieel. En ik vind dat mensen als Mona Keizer, die ik toch wel iets, ja, iets hoger heb zitten dan de rest zou dit echt heel goed moeten gaan snappen, denk ik. Uh, ja. hè, want als jij gaat uh, met een rugzak gaat lopen hè, met 10 kilo... Uh, en jouw doel is om dat binnen een bepaalde tijd te doen... en dat lukt jou niet, dan kun je zeggen dat je hebt gefaald. Maar ja. als jouw bedoeling was om een olifanten, olifantenpaadje te nemen... en schuin af te steken en je, de andere deelnemers slimmer af te zijn... dan heb jij gewonnen, maar dan heb ja. jij in jouw hoofd niet gefaald. Precies. Snap je wat ik dus de, zo ja. moeten we het zien. Zij nemen allemaal olifantenpaadjes. Zij hebben hele andere intenties met uh, waar dit land naartoe moet, dan, dan hoe wij er naar kijken. He, dus als er nog steeds politici zijn zoals uh, Marijnissen die het heeft over... wij kunnen best 75.000 asielzoekers aan als het maar netjes en eerlijk gebeurt... dan denk je dat het nog steeds dat eerlijkheid een, een organiserende factor is. Ja, dat, dat rechtvaardigheid een organiserende factor is. Dat, dat al die linkse ideeën over vrijheid en gelijkheid... dat die nog steeds ergens een... Een, uh, een leidend principe zijn in dit alles. En zolang je dat blijft doen, ontstaat er meer, ja, meer rook, is er, is, er, is er minder duidelijk over wat de intenties inderdaad zijn. Klopt. Uh, maar, ja. maar over, over Mona, ja, ik heb ooit een reclamezinnetje geschreven voor Wordchild. Uh, je kan een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Mm -hmm. Ja, ik heb dat hetzelfde bij Mona een beetje. Van uh, je kan ja. het CDA wel, uh, kan Mona wel uit het CDA halen, maar hoe haal je het CDA uit Mona? Ja. Kijk, zij, zij was een van de hoofdrolspelers van, dat, uh, van die beweging die Nederland weer open heeft gekregen. Mm. Uh, samen met Marjan Zwageman. Uh, dat kan een toevallige samenloop van omstandigheden zijn, maar ik denk echt dat zij een enorme deuk in een pakje boter hebben geslagen om Nederland uit mm. de COVID-teren niet te krijgen. Maar op het moment dat je daar in de organisatie hebt gezeten... en je hebt daar aan de leiding gezeten... en je hebt eigenlijk gewoon gezien hoe die COVID-tirannie... Uh, Nederland in zijn, ja. in zijn greep hield... en je hebt gevochten om Nederland daaruit die greep te krijgen... dan hoe kun je dan met goed fatsoen zo'n brief schrijven? Over nee. van ja, de overheid bedoelt het goed... en uh, ja, er, er zijn te veel regels en we moeten het anders doen en zo. Dat is gewoon alsof je... Alsof je een ingezonde brief uit, uh, uit 1995 of zo leest. Weet je wel, alsof niks gebeurd is. Absoluut. We zijn in de tussentijd dit... bezet geweest. We, zijn, we hebben een dictatuur meegemaakt. We hebben een medische dictatuur meegemaakt. Er zijn allerlei dingen gebeurd. waar we het op YouTube niet op, over kunnen hebben. Uh, en zij komt nog steeds met zo'n brief. Ik vind dat verbijsterend. Ja, voor eeuwig opgesloten in 2003 noem ik dat altijd. Dat ja. is de, de Paul schreffer uh, uh, Inzichten die we toen ineens kregen over links toch misschien ook wel naar zichzelf moest gaan kijken. Dat is nog ja. steeds een uh, ja, zachte, zachte heelmeester uh, aanpak. Maar goed, uh, laten we naar de het weer gaan. Je hebt het over de medische dictatuur gehad, maar we hebben dus nu ook weer de nieuwe crisis van het weer. Laten we niet ja. al te lang, want ik denk nee, dat mensen heel kort. Het, kijk, het belangrijk punt wat jij maakte daarover is: mensen zien nu wel veel beter dan met corona doen dat dat het natuurlijk ook allemaal ja dat het niet klopt. Hè, ja. dat, uh, je kunt dat natuurlijk heel moeilijk faken nou, je kunt wel weerkaarten ja. maken en Gerrit Hiemstra ervoor zetten en dan, maar als je op vakantie gaat naar Frankrijk en het valt eigenlijk wel mee uh, ja. ja dan weet je wel hoe het zit toch ja. nou wat, wat mij verbijsterd is dat ik het idee heb dat ze daadwerkelijk klimaat willen gaan inzetten als een soort covid 2 en dat is zeer gemankeerd dat zie je dus aan al die Bertelsman bedrijfjes... en al die mediahuisbedrijfjes... zoals de, de Telegraaf en de Volkskrant en zo... met al, al die paniekberichten en zo. Mm. En al die weermannetjes. Ja. Yeah. Dat ze echt proberen gewoon mensen in paniek te krijgen. Maar er zit één enorm probleem aan. Uh, weer is zichtbaar. Covid was een onzichtbare vijand. Mm. En COVID, met Covid kon jij de dood van oma... Uh, ja, aansmeren aan iemand die geen prik nam, of iemand die niet thuis bleef, of iemand ja. die uh, s'avonds nog op straat ging. Kun je zeggen, als jij s'avonds nog op straat gaat, ja, dan, dan maak je oma dood, ja, ja, ja. Weet je? en dat ja. kan met een onzichtbare vijand. Maar je kan niet zeggen, door jouw vlieg, door jouw vliegreis gaat oma dood. Dat werkt niet. Dus um, inderdaad, aan de ene kant heb je gewoon het feit dat dit een zichtbaar iets is, dus mensen. Komen terug uit Italië en zeggen, ja, het was heerlijk weer. Waar heb je het over? Weet je wel? Of ja, die bosbrand in, uh, in Las Palmas of zo. Dat, ja, dat had mm. niks te maken dat had te maken met een boer, met een blik benzine en niks met, 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 met klimaat. En aan de andere kant, en dat is nog een veel groter uh, argument, is dat je gewoon mensen niet die verantwoordelijkheid. Want mensen hadden het over, over het algemeen een heel goed. Uh, bedoelde het over het algemeen heel goed tijdens die COVID, -tijd, dat ze gewoon, ze wilden gewoon oma niet doodmaken, of tante niet doodmaken, of de zieke niet uh, doodmaken. Of dat irritante meisje in, de, in die rolstoel op Twitter wilden ze niet uh, beschadigen, weet je wel, het meisje trouwens moet. Uh, dus dus uh, da, dan denk je, nou, ik doe het voor oma, ik doe het voor de verpleegster. Maar je kan moeilijk uh, thuis blijven, omdat het buiten mooi weer is voor oma. De, die link zit er niet. Dus daar gaan ze grandioos de mis mee in. Als dit inderdaad de bedoeling is dat we straks om het klimaat thuis moeten gaan zitten, dan gaat gewoon ja. niemand, doen. Dat gaat niemand doen. Dat gaat niemand doen, geloof ik nou, niet. Nou, kijk, ze hebben natuurlijk die COVID-periode ook gebruikt als een test. Hè? Hoe ver gaan mensen mee in belachelijke uh -huh. maatregelen? jij zegt inderdaad over dat vaccineren en zo thuisblijven is één, maar mensen gingen ook gewoon op zo'n rare stip staan op de markt, of ze deden een mondkapje op op de fiets of in de auto, ja. of, uh, he, ze hielden zich ook uh, echt aan de meest debiele dingen. Uh, mm -hmm. uh, we hebben de foto's gezien, hè? <laughs> uh, bedoel, ja. en de beelden, uh, en niet een paar, maar echt hele grote groepen massa's mensen zelfs wel. Het was ook de, ja, de, de, de inspiratie voor het boek van Matthias de Smet. Hè, mm -hmm. Van hoe, hoe kan de massa, hij heeft het over de massa, de massa zo blind meegaan in iets en het, het totaal het rationele, uh, de rationele ruimte verlaten. Um, los van die verklaringen, ik denk dat ze dus wel goed hebben gekeken van, oh ja, dus dit, dit is hoe ver je mensen dus kunt krijgen als het belachelijk wordt. Mm -hmm. um, kijk, iedereen, dat hoorde ik laatst ook iemand anders zeggen, als je dus mensen oproept om thuis te blijven vanwege een ramp, of zoals we laatst die storm hebben gehad. Mensen zijn heel goed bereid om voor redelijke, hè, als het redelijk is, om naar de overheid te luisteren en mee te doen. Ja, dus om, om veilig, de veiligheid op te zoeken. Maar dit was denk ik echt een test van uh, kunnen we op, op puur uh, dus de, de, hive mind, kunnen we de hive mind creëren op basis van de onzin. Ja. De think, de tunnelvisie. Ja. Uh, met woorden als solidair. Met woorden ja. als um, oma, inderdaad. Al die dingen die we hebben gehoord. Ze ja. hebben natuurlijk dat heel erg erin gepompt. Het is ook later naar buiten gekomen. Van hoe kunnen we dit het beste. Hoe kunnen we mensen het beste laten meedoen? Ja. Hoe, dat is, dat is helemaal, helemaal geen geheim of complot. Nu is de tweede fase. Oké, okay, nu is het. Be behalve belachelijk, en, en, hè, want. Heeft het geen zin om thuis te blijven als het warm is of zo? Ook als het niet warm is, of jij hebt het niet warm, het is 25 graden, toch mensen thuis houden. Dus je, je stript de laatste, het laatste restje zeg maar, van ratio. Um, en wat is het? Een soort van eigenwaarde van mensen ook. Dus je, mensen willen gewoon naar hun werk of die willen iets leuks doen op een warme dag. Maar ze voelen dus druk omdat er iets op de tv wordt gezet, gezegd om thuis te blijven. Want ja, als jij niet thuis blijft, blijft niemand misschien thuis en dan, dan warmt het klimaat nog verder op. Dat is wat ze gaan doen. Ze gaan het, ver, het verband tussen jouw gedrag en de gevolgen van niet meedoen aan maatregelen zo ver uit elkaar halen uh, dat je letterlijk jezelf ontmenselijkt. Ja. Dat, ik denk ja. dat ik denk dat ja ik zit ja, er ook heel erg je... te denken want ik geloof ook soms maar... niet wat ik zie want ik denk van dit gaat niet werken ja, maar, ik ga, ik, ik ga maar, denk... maar Trudeau heeft het Trudeau ook gezegd hè, in, in een toespraak van what, what what happened with COVID we're going to do with the climate ja maar dat heeft alleen al het gewoon gezegd nee maar sietske, ik ga een denken -experiment, uh, experiment met je doen uh, het werkt het best met kinderen maar dat ga ik je niet aandoen uh, als jij je buurman zijn leven kan redden. Um, door een. Ook al, stel dat ik zeg, er is, er is, er is 0,01% kans dat jouw buurvrouw overlijdt. als je nu niet een dansje doet. Okay. Een gek dansje doet, met je vinger op je hoofd. en dan een rondje draaien. Mm. En ik breng dat heel serieus. Ja. dan maak je dat dansje. Want je wil, ja. je wil niet in uh, procent ja. Ja, Wil je niet verantwoordelijk en, kunnen zijn voor de dood van jouw van jou hmm. buurvrouw? Ja, dat dansje is dan een kleine moeite. Zo denken mensen. Denk, dat. Je, van, denk je van, nou, oké, okay, nou, God, als, ik dan, als ik die kans weg kan maken. door iets geks te doen, op een stip te gaan staan. of de hond niet uit te laten, s'avonds, of weet ik wat. Superstition. Dus dat je mensen actief ja. in superstition laat geloven. Dus je, ja. hebt, je hebt twee soorten manieren om naar percentages te kijken: hmm. je hebt, dat kun je doen. Uh, met percentages, dus je hebt 0,1% kans. Maar je kan het ook binair bekijken. Het gebeurt wel of het gebeurt niet. Daarom doen ja, mensen ja. mee aan loterijen. Ja. Daarom doen mensen mee aan de postcode ja. loterijen. Ja, je wint nooit. Maar, maar het, kan doe, het kan wel. Ja. Maar het kan wel. De, 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 de mooiste campagne van de American Lottery van... Hey, you never know. Dat, dat was, de, ja. dat was de, 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 de kreet daarvan. Um, dus, dus, ja. uh, en dat was met COVID... Ik mag die naam niet noemen, hè? Maar goed, met, met, jawel, met, jawel. met COVID was dat gewoon heel simpel. Van ja, de kans is misschien klein en misschien geloof je er niet in. Maar je doet toch maar mee. Want anders denkt jouw buurman: hé, hey, die doet niet mee. En brengt mijn ja. uh, vrouw en mijn kinderen in gevaar. Dus daar, daar ja. wordt die, dat, die doodsangst is zo ontzettend belangrijk in dit ja. systeem. dat je niet weg kan komen met: ja, het is heel warm. Het is heel warm. Oh, nu, gaat, nu moet je thuis. Dat, dat, ik krijg dat niet rond. Dat, nee, werkt, maar wat nou, dat werkt niet. Er is gewoon nou, doodsangst. Maar wat nou als, als, als we het gaan koppelen aan andere dingen? Dus uh, bijvoorbeeld de regel wordt dat mensen van zes tot twee. 2... Op kantoor moeten zitten, want dat las ik in een artikel. Dat was al een idee in Amerika van we moeten voortaan van zes tot twee werken en op de hete uren van de dag uh, niet. Eh, dat, dat, je, ja. ziet, je ziet alle, al dat soort voorstellen voorbij komen, die hebben allemaal e één ding met elkaar gemeen, dat is vrijheidsbeperking. Ja. Uh, dus dat zit er, dat zit, vrijheidsbeperking gaat het klimaat redden, dat is het ja. idee. Um, en ja, ik ben het met een je eens dat mensen niet um, de, de, de angst voelen zelf. Uh, en zelf ook heel goed met warmte weten om te gaan. Maar los daarvan er ook niet in geloven. In dat het een. Weet je dat, er, dat het dat we een gevaar lopen door het weer of zo. Maar uh, als ze dan vervolgens nog um, dingen eraan gaan koppelen, dus ze gaan je ook nog straffen als je het niet doet. Hè, want... ja, maar dan, maar dan, is het een, dan is het een dictatuur van bovenaf. Want dan kun je dan niet meer is werken. Het Frenske, bijvoorbeeld. Dan is het Franske Timmermans met zijn hoge pet die zegt: jij houdt je niet aan de regels. En ik stuur mijn uh, minister Bruls op jou af om jou ja. af te ranselen. Hm. Maar dan zit je gewoon in een dictatuur. Hm. En dat is wat anders. COVID was een zelfdictatuur. We hebben ons COVID zelf aangedaan. Hm. Door, die, door, die, door die angstpsychose ons eigen te maken zijn we zelf de dictatuur geworden. Het was ja, ja, ja. de buurman die de andere buurman aangaf... van, hé, hey, er zijn drie mensen daar in huis. Wilt u even langskomen met... Uh, met ja, met maar wat... Kijk, toen was, de, toen was natuurlijk de boodschap van... Uh, laat je vaccineren. Dat was toen heel belangrijk. Dat, dat moest gebeuren mm -hmm. om eruit te komen. Nu gaan ze zeggen, denk ik, van... je moet meer gaan betalen voor water bijvoorbeeld... of voor gas, want het is nu heel erg heet deze week. Ja. Dus mensen zullen wel meer gaan betalen omdat ze, omdat ze een reden is gegeven waarom ze dat zouden moeten. Nee, is, het... nee, niet omdat ze een reden is gegeven, gewoon omdat ze het moeten. Ik wil het verschil maken met jou samen. Mm -hmm. Tussen uh, het moet, want het is een dictatuur. Het moet van, van uh, Obersturman, Vurer Frenske. Mm -hmm. Of ik geloof je in, ik doe maar mee, want anders vermoord ik oma. Nee, maar misschien, is wel hebben een het, misschien, hebben, misschien hebben we het wel allebei over hetzelfde. Ik denk dat, het wel, ik denk dat we allebei volgens mij bedoelen dat er geen, dat, dat er geen geloof is in dit verhaal. Ja, nee. nee, precies. Mensen maar mijn, mijn punt was meer dat het geloof dus niet meer uitmaakt mm -hmm. voor het creëren van wederom een, een soort psychose okay. uh, om mensen onder, in een hypnose te krijgen. Wat dus niet gebaseerd is per se op geloof, maar op een, op een meer een hypnotisch. Uh, een andere overlevingsdrang. Laat ja. ik het zo maar even noemen. Dus de overlevingsdrang wordt dan niet zozeer um, direct gevaar op, ligt op de loer, er ligt een slang in de struiken. Dus je mm -hmm. lees een virus. Maar wel als ik niet meedoe uh, en me hou aan deze uh, avondklok of zo. Of uh, dat ik niet meer, uh, niet meer dan 20 kilometer mag rijden met de auto. Of wat, uh, want want, dan, ja, want dan, dan bega ik eigenlijk een. Um, een religieuze. dan ben ik zondig of zo. Ja, en daar zouden we eigenlijk een keer met professor De Smet over moeten praten, want ik vind ja. dat een heel interessante. Maar ik geloof nog steeds wel een klein beetje in mijn eigen oren en ogen. Zeker omdat ik ja. uh, ongeveer 50.000 volgers op Twitter heb. Of uh, tenminste, nou, dat is niet helemaal waar, want er zit veel overlap in. Maar uh, toch uh, een account van 20.000 en een account van 30.000 volgers. En ik zie nergens, oh, ga je naar Italië, dan ben jij een klootzak of zo. Weet je wel, wat je dus bij COVID wel had mm -hmm. van, van, oh, laat jij je niet vaccineren. Jij schoft, jij vermoordt oma of jij vermoordt dit gehandicapte vervelende meisje op Twitter, weet je wel. Dat Echt? had je toen wel. En, ja. en um, dus, dus mm -hmm. ik, ik vind het draadje wel heel erg, ik vind die hypnose wel heel erg, dat je daar heel snel uit... Ge trokken kan worden. Van, ja, stel, wat doe je nou? Wat wil je nou, man? Die ging toch 20 jaar geleden. Ging hij toch ook naar de Costa del Sol. Dat het 35 graden was. Wat is het probleem? Ja, Weet misschien. Je en, ja. En, en, en je hebt nog het probleem van de hypocrisie. Uh, dus uh, Boris Johnson is gevallen op zijn feestje. Dat hij COVID. Uh, tijdens de COVID-tijd. Tijdens corona waren ze heel meticulous. om als het ware net te doen alsof ze meededen. De, de elite. Weet je wel? Ja, ja. Dus het was ook echt oprecht een schandaal als uh, de minister van Engeland uh, naar zijn neukertje ging tijdens de COVID-tijd. Weet je wel? Dat was echt een schandaal. Nou, dat was niet een minister dat was, dat, was, dat was een expert. Want dat was een, uh, dat, ja, was een precies, dat was ja, ja, de, precies. De, de, de a, de van dis van, van Engeland zo'n beetje. Met, iets met kok. Maar, ja. maar Henk Kok, of zo? Henk, Herbie Henkok. Nou, ik weet niet meer precies. Ja, maar, ja Herbie Henkok. of zo. Ja. De, de Herbie Henkok is muzikant. Maar in ieder geval uh, oh, okay. uh, um, iets met Henkok. Brian iets met Hink. kok. Ja, iets met kok, ja. <laughs> een rukker. Maar in ieder geval. Uh, ja. uh, toen was dat iedere keer een schandaal. Ook met die trouwerij. Weet je wel, van die minister die ineens ging trouwen. Dat iedereen zei: dat kan niet, want dan maak je, je oma dood. Weet je wel. En nu is het gewoon heel simpel. Ze vliegen, ja. zelf, ze vliegen gewoon de hele wereld. Ze vliegen gewoon voor 50 kilometer pakken ze het vliegtuig. Ja, ja, ja. En, en dus dat hele. Mensen kijken toch naar de leiding. En ze zien gewoon, ja, ze zien die vette Timmermans, die, die gewoon elke avond een, een kilo Chateaubriand naar binnen zitten proppen, weet je wel. En dan zeg ik, hey, mag je, je vlees eten, hoor? En weet je wel dat je echt denkt van, ja, maar vast man, je bent één grote, Jou, jouw darmen zijn één grote vleespoliep, weet je wel. Godverdamme. Dat ja, is smerig. een vieze smer. Maar met, met de komst van Frans Timmermans, van Frans Timmermans, uh, ja. zie ik ook echt dat boek Animal Farm van Orwell voor me. Hij, ja. hij is het varken wat op een gegeven moment die stal binnenkomt. Ja. en dan al die andere varkens bij die trog wegjaagt. Want dan zijn alle andere dieren zijn al min of meer gevlucht. In ja. uh, het socialistische experiment was mislukt. <laughs> ja. En dan komt Frans nog even de laatste, de laatste restjes uh, verorberen. Uh, dat, is, dat, is de, dat is hoe hij is. Wie hij is. De, de, echt, letterlijk de, echt het varken uit, uit Animal Farm. Ja, het is gewoon... De, de payoff wordt waarschijnlijk ook... Uh, laat Franske Nederland afmaken. Ja. In plaats van... Dat zou een mooie verkiezingsslogan zijn. Ja. Ja. La, la, laat Frans <laughs> Nederland afmaken. Oh mijn hemel. Dat oh, ja, is echt een, een goede... Zullen we dat gewoon pitchen bij hem? Kunnen we ja. zo 20.000 euro vervangen. Dit, dit, dit is een lang bakje aan het worden trouwens. We wilden ook nog ja, teet bespreken. Ja, we willen het over teet hebben. En, maar ik, uh... we gaan nog zeker terugkomen op dat verschil tussen weer en COVID. En of dat inderdaad in de maak is. Dus die nieuwe lockdowns, zomaar even te noemen. Um, en wat voor nieuw totalitair saus je daar dan weer omheen zit. Want... Nou, je, je, je merkt in ieder geval dat ze gewoon weer... Langs alle, fronten, langs alle fronten vallen ze je aan, weet je wel, tegelijkertijd. Dus het is helemaal gecoördineerd. Je ziet het, je ziet het ja, de NPO, denk... de kranten, de tijdschriften, alles, iedereen. Wow. Ja, maar ik Hinten. denk dat, ze, dat als je het systeem gewoon echt uitzoomt en je kijkt naar dat systeem, dat totalitaire systeem, waar we een aantal jaar geleden mee hebben kennis gemaakt, is dat ze nu gaan proberen om het te gooien op. You don't have to believe it, you just have to follow. Hè, dus. Ja. Uh, eerst was het de ratio eruit, maar nog heel veel gevoel. Hè? Dus uh -huh. met inderdaad die angst. En nu ook dat eruit. En het enige wat er nog overblijft, dat is ook het kenmerk van een totalitair systeem, is dat je geen vragen mag stellen. Dat je uh -huh. weet dat het niet waar is, dat je weet dat het onzin is, dat je weet dat het iedereen eigenlijk ja, benadeelt. Ja. Uh, dus ook de groep benadelt, maar ook individueel. Dus ook oma, ook de kinderen. Maar dat je geen vragen stelt. En dat je inderdaad ja. alleen maar bezig bent met die hypocrisie zoeken. En die ja, jij doet het wel, jij doet het niet. En ondertussen, inderdaad, wat jij zegt, gaat iedereen gewoon wel naar Italië en pakt het vliegtuig. En er, niemand spreekt elkaar erop aan. Waarom niet? Omdat we ook niet echt, ook niet echt de vragen stellen. Dus het is, het is een soort dat aapje, weet je wel, met de handen uh, voor de ogen en de oren en de mond. Uh, we doen allemaal gewoon nog wat we nog mogen. Maar we gaan de grote vraag niet stellen. Wie is hier die naakte keizer en hoe gaan we hem heel snel uh, voor het gerecht brengen? Dat, ja. dat, dat gaan ze proberen. Nee, ja. Maar goed. Uh, Tate. Ja, um, Andrew Tate. Ik denk niet dat hij uh, een echte introductie behoeft. Maar uh, dat is um, een kickboxer, selfmade miljonair, biljonair. Hij woont in Roemenië. Hij is nu voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Samen met zijn broer Tristan Tate. Hij is behoorlijk bekend op internet en hij is een. Ja, wat is die? een uh, provocateur, een, 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 een goeroe voor heel veel, met name jonge mannen. Hij houdt er een hele hoopsiaanse kijk op na eigenlijk, op de wereld. Hè. Je moet zelf de winnaar worden. Um, en dat kan dus met een aantal. Uh, Inzichten, dus hoe je met vrouwen moet omgaan, hoe je met tegenstanders moet omgaan, dat je moet vechten. Wat, wat, wat mij heel erg in hem aantrok toen ik hem een paar maanden geleden ontdekte, was inderdaad zijn enorme drive en vechtlust om het regime te ontmaskeren. Dus de Matrix noemt hij dat dan. Uh, daarmee bedoelt hij dus een wereldwijde, ja gewoon een systeem waar je dus in een leugen leeft. Dus je leeft in de leugen. Waarin je als man met name moet geloven. dat je nou, gewoon dat baantje moet nemen van 9 tot 5. En dat je misschien ooit een leuk autootje kan kopen. Maar je doel moet zijn een hele mooie Bugatti. en dat ligt binnen handbereik. als je mijn regels volgt. Uh, maar goed, ik, ik weet niet of ik het goed uitleg. Maar ik, ik, vind hem, ik vond hem ook vooral heel grappig. Dus hij, heeft, hij is eigenlijk een soort komiek ook. Um, uh, maar ik ben, dus, ik ben teruggekomen op mijn. Ik, ja, ik vond het onschuldig ook in die zin. Maar ik, ik, ik vind het inmiddels niet meer onschuldig. Uh, omdat ik nu een aantal filmpjes heb gezien. waarin hij is inderdaad toegeeft. dat hij uh, vrouwen heeft uh, verleid. om voor een camera te gaan zitten. Uh, en uh, ja, de, de, he, dat, dat, is, dat is dan een businessmodel, kun je zeggen. Die vrouwen wilden dat al zelf. Maar het geeft het blijk van een heel sinister. Ja, of cynisch wereldbeeld eigenlijk. van vrouwen kun je. Gebruiken om porno te maken, of in ieder geval losers aan te trekken op het internet, die dan hun hele vermogen weggeven. En daar lacht hij dan ook om, maar zo'n filmpje om: van they give me their house, they give me their savings, they give me everything, losers. Uh, en dat geld gaat dan, gaat dan naar hem. Dus hij, hij buit in feite zwakte, de, de menselijke zwakte, uit voor eigen gewin. En dat kun je heel lang zien als een soort van, ja, dat is nou eenmaal hoe de wereld werkt. Dat zegt hij ze ook, de real world, hè? Either you're a loser or you're a winner. Dat zijn voor hen de twee smaken. Maar ik zie nu in dat de jongens die hem volgen, en dat zijn vaak hele jonge jongens, die Bugatti dus zien. Uh, en denken van, nou, als ik dus de regels volg, dan krijg ik ook een Bugatti. Of ze dat nou echt denken, of niet, maakt even niet uit. Het gaat erom dat ze. Dat ze een uitweg wordt geboden uit die, die vreselijke wereld waarin ze mietjes moeten zijn en munthee moeten drinken met hun vriendinnetjes die de baas zijn en zo. Dat willen ze niet meer. Dus, dus Andrew zegt van weet je wel, zo hoef je niet te leven. Maar, ze, maar dat is natuurlijk heel moeilijk om rijk te worden. Maar ze gaan wel alvast die andere dingen doen die hij uh, noemt. Hè? Dus bijvoorbeeld. Je hoeft niet met één vrouw te zijn. Je kunt gewoon meerdere vriendinnen hebben. Jij bent de baas. En die vrouwen mogen dan niet vreemd gaan. Maar jij mag wel vreemd gaan. Je kunt met al die vrouwen kinderen maken. Want je moet heel veel. Je moet een groot, dat noemt hij, dan een gezin. noemt hij dan een gezin. En dat is de. Dan is de hemel op aarde. En dat ligt. Dus snap je? En dat is voor 99,9% van de mannen niet, niet haalbaar. Niet bereikbaar. Hm. Uh, ja. Dat, dat vind ik er. Dat ja. zie, ik zie ineens ook de, de misleiding en de grooming, inderdaad. Ja. Daarachter. Maar niet zozeer de grooming richting vrouwen, maar vooral richting mannen. Ik, ik, begrijp, ik begrijp je twijfel, begrijp ik heel goed. Maar ik ben en blijf een enorme fan van de Tate Brothers. En ja. ik vind het heel opvallend dat zij twee enorme monumentale uh, interviewseries gegeven hebben. De laatste met Tucker Carlson. Best, best bekeken en, interview ooit, hè? Op precies. Waarna 62 er, miljoen. Ja. Ik heb ook uh, daar woorden over gehad met jouw vriendin, de Amazing Polly trouwens. Mm. Maar waarna er een, van rechts af, dus Jordan Peterson, uh, hoe heet die, uh, uh, Shapiro, uh, Amazing Polly, nog een paar anderen, een soort gecoördineerde campagne is losgekomen ineens vanuit rechts. Dus in onze traditie, vanuit mm. onze rug. Mm -hmm. op deze twee mannen. En uh, ik vind dat hoogst verdacht. Uh, namelijk, uh, er is ook ineens een soort van geëdit filmpje gekomen... van een of andere Liz, weet ik veel. Oké, okay, ja, dat zou ook kunnen. Dat... En, en, ja. en waarin alles inderdaad wat ze ooit in hun leven... wat ze bij elkaar hebben kunnen schrapen aan slechtheid... Mm -hmm. uh, op een rijtje werd gezet. En ik kan me heel goed voorstellen, dat als je dat als vrouw ziet, dat je denkt: holy shit, wat een klootzakken. Begrijp het donders goed. Maar trap er niet in. Vind ik zelf. Want wat zei Jezus? Uh, wat uh, staat er in Johannes 8 uit mijn hoofd? Gewoon: uh, Hij die zonder zonde is, werpen mm -hmm. de eerste steen. Mm -hmm. Het gaat om de. Jezus had in zijn. Uh, in zijn achter, in zijn, uh, als zijn discipelen, had hij tekstcollectors en had hij moordenaars en had hij prostituees en ga ze maar door. Het gaat erom dat jij jezelf ontwikkelt tot iets goeds. En wat er nu. Uh, uh, zij, zij, hebben zelf, zij zijn zelf niet met hun. Verhaal gekomen van. hé. Hey, uh, wij willen ons profileren. als. Uh, mensensmokkelaars. Of, uh, of als. vrouwenhandelaar. of whatever. Dat wordt hen nu. Uh, en misschien wel terecht. Uh, onder de. Onder, dit wordt. dat is nu de campagne. dat is, is nu groot op internet. Mm -hmm. Terwijl hun verhaal. hun inspirer. hun verhaal. hoe zij. tot het moslimgeloof zijn gekomen. Uh, hoe ja, zij. Al, al, alleen, alleen Andrew, trouwens. Hè? Ja, oké. Okay, 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 goed. Yeah. Uh, hoe zij. Um, uh, kinderen bij de hand willen nemen om sterk te worden, weet je wel? Mm -hmm. Hoe zij de, de mannelijkheid weer op een podium trekken. Mm -hmm. uh, ik vind dat vele en vele en vele malen waardevoller ja. dan wat zij in hun vorig leven uh, gedaan hebben. En als zij echt schuldig waren aan misdrijven, mm -hmm. dan zaten ze al lang vast. Mm -hmm. Maar ze zitten nog steeds in dat voorarrest. Dus ja, er is de... een gecoördineerde actie. Om hun invloed op mannen uh, en, die, en de jonge mensen uh, uh, kapot te maken. Uh, met messen in ruggen. En, uh, en dat vind ik uh, dus hoogst verdacht. En, en, en ik, blijf in ze, ik blijf in ze geloven. Omdat ik geloof in die boodschap van kracht. En die boodschap van keihard werken en afzien en dat soort dingen. En ik zie ook wat ze slecht hebben gedaan, en dan, dan sluit ik af. Ja, ja. Mm -hmm. Ik zie wat ze slecht hebben gedaan, maar in mijn, in mijn uh, bundel, die binnenkort uitkomt, uh, De Sintelende Dwarrel, mm. heb ik een uh, gedicht geschreven dat heet, Ik mis de Hells Angels. Ja. En dan krijg je van die commentaren, van ja, maar de Hells Angels waren, dat zijn slechte jongens en die hebben een strafblad. Ik wil onze eigen slechtheid incorporeren. Want op het moment dat je je eigen slechtheid niet meer hebt. Wordt het ingevuld door andere krachten, die vaak nog veel slechter zijn. Dus, uh, ja. dus ik, ik geloof niet in. Uh, ik heb hier een tegeltje staan. Ik heb het ooit gekregen van een van van lief meisje. Uh, keurige helden bestaan niet. Mm -hmm. Keurige helden bestaan niet. Gewoon die zijn er niet. Aan iedere held zit een vlekje. Mm -hmm. Aan iedere echte held, iedere held soldaat is ook een moordenaar. Iedere. Dus, dus geloof niet in, 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 dat zijn inderdaad mensen als Sjoerdsma en zo, weet je wel, die altijd gewoon hey. koekje bij de koffie en veel melk in hun, in, met van die brokkeltandjes en, ik bedoel, dat zijn, dat zijn de Engert. Het zijn niet de mensen die fouten hebben gemaakt die slecht zijn en nu goed zijn. Omarm die goedheid van nu. Mm -hmm. Oké, okay, dat is wat ik ervan wil zeggen. Dus, ja, dus ik ik wil er nog wel even op reageren. Nee, ten eerste, kijk, die rechtszaak. Ik ben er, natuurlijk. Uh, was ik meteen al van. op het standpunt van. Nou, als er nog niks is bewezen. dan zijn ze, wat mij betreft, gewoon onschuldig. En dat vind ik nog steeds. Hè, dus ik vind dat hele voorarrest. dat wat zo heel erg lang duurt. Hè, zeg ik even als jurist. is geen goed teken. Uh, voor. Uh, zeg maar de aanklagers, uh, die hebben waarschijnlijk dan gewoon nog geen bewijs gevonden. Of nog niet voldoende in ieder geval. Dus um, in die zin ja, lijkt het erop dat zij inderdaad onschuldig zijn, althans voor de dingen waarvoor ze zijn aangeklaagd. Dus um, en geloof maar dat ze wel heel diep graven hoor. Dus, uh, dus, het is, dus ik denk wel dat er dus niet zoveel strafbaars is gebeurd, maar we weten het nog niet. Um, maar wat jij zegt van. Um, ja, ze hebben, ze hebben gewoon een heel... Ze hebben gewoon met hard werken en, en vechten hebben ze dit bereikt. En ze hebben fouten gemaakt. En er zijn geen keurige helden. En daar ben ik het ook allemaal mee eens. En uh, ik hou juist inderdaad van die beetje die, die, die bad guys. En trouwens, heel veel vrouwen houden daar sowieso van. Hè? We houden niet van die Sjoerdsmaatjes, die... Shortsmaatjes, die uh, die altijd keurig zijn en zich uh, alleen, maar, alleen maar kunnen deugen. En in hun eigen leven waarschijnlijk ook heel veel lijken in de kast hebben. Maar daar, dat niet openlijk laten zien, natuurlijk. Dus uh, die zijn alleen maar braaf voor de buitenkant. En Tate is niet braaf voor de buitenkant. Uh, en hij heeft denk ik ook inderdaad fouten gemaakt. Maar het punt is wel, is dat zijn hele uh, vermogen is wel. Okay, je zegt hard werken, maar het is volgens mij alleen maar verdiend. Met die Onlyfans en TikTok uh, filmpjes met vrouwen. Volgens mij. Dat is volgens mij het enige. Maar, maar dat weet ik niet. Dus dat, nee. dat weet ik niet. Overigens zeg ik niet dat, dat zij het voorbeeld geven dat je met hun soort van hard werken heel veel kan. Maar het is nee. hun boodschap. Het is de boodschap van. van train, weet je wel, wees gewoon een, wees een echte man, wees sterk, weet je wel? Mm -hmm. Dus dus niet dus tegen die woke en tegen die paarse vrijdagen... en tegen kinderen die kinderen die uh, yeah. hun piemel laten afsnijden en meisjes die hun borsten laten afzagen en zo. Zijn zij zo belangrijk. Net als in Roos vorige week op zijn eigen manier. Weet je wel? Mm -hmm. Gewoon gewoon je moet je moet zij zijn goud waard omdat zij kinderen de andere kant laten zien. Van de, van de nog veel satanischer, veel smerigere wereld uh, waar ze in worden gelokt uh, door, door mensen die die regen, regenboogvlaggen hijsen en die, die pedovlaggen en zo. Ja. Dus, vandaar, dus een kracht heeft een antikracht nodig. Mm -hmm. en een, en, en, en daarin, maar daar zit dezelfde hoeveelheid slechtheid in. Grijp je wat ik bedoel? Dus het, het, is, het, het is als een tank tegen een tank, een Russische tank tegen een, tegen een Duitse tank. Mm -hmm. Het zijn allebei moordmachines. Maar ik vind het maar met pluisjes. Je kan niet met pluisjes van Duitse tank gaan doodgooien. Je hebt. Je, uh, natuurlijk, en, en dat is bij mij de overtuigende factor. Ze zijn nu, of tenminste Andrew is een gelovige moslim. Hij heeft zich dus te gedragen op de manier zoals een moslim zich gedraagt. Volgens mij mm. doet hij dat nu ook. Dat mm. betekent dat hij een stap gemaakt heeft in zijn leven. En vanuit daaruit. Mensen beïnvloedt. En ik vind het ontroerend mooi dat mensen van, van, van iets slechts iets goeds worden. En vergis je niet, mensen die echt slecht zijn, die gaan niet voor maar... de camera. Mensen die echt slecht zijn, die gaan niet voor de camera. Nee, maar hij, hij zegt het niet over zichzelf. Hij heeft, hij heeft, dat, hij heeft helemaal niet dat zelfrelativerende. Waardoor, zoals jij het vertelt, lijkt net alsof hij dat heeft. He, dat van ik ben nu moslim en nu ben ik goed. Hij is moslim omdat. Dat die religie voor zijn levensstijl het beste past. Hè? Ook hè, van, ten aanzien van het hebben van veel vrouwen. Het is allemaal legaal. Ik, ik doe niks mis. Het is allemaal oké. Okay, Mijn oh, vrienden nou, doen het ook. Man. Nee hoor. Nee, nee maar. Dat heeft hij zelf heb gezegd. Alles, ik heb alles gezegd. Nee, nee. De reden waarom hij moslim is geworden en geen christen. Is, ja. is omdat de, de kerken. Omdat hij gewoon een, een militant geloof wil aanhangen. Wat echt iets. Kan ja, nee, precies. Hij, 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 hij heeft kritiek geleverd op de, 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 de cultuur van het Christendom in precies. het Westen. Hij zegt: ja. die, heeft, die hebben gewoon geen handen en voeten om iets te veranderen aan de. Ja, geen ballen. Nee, om, om, de, om het, om het de ontsporing, zeg maar waar we nu in zitten van het liberalisme om die ja. weer. Uh, recht te zetten. En, en, en binnen de islam gelden nog regels en wa waarden en normen. En zijn familie centraal en ja. kinderen centraal. En daar, ik ben het daar ook mee eens. Dat, het, dat, ze, dat, dat de islam veel meer een, een soort... Uh, Natuurlijke vuist maakt. Hè? Dus gewoon door de Koran, maar ook gewoon door hoe ze al eeuwen leven. Een natuurlijke vuist maakt tegen het Westen. Dat ze zich niet laten verleiden mm -hmm. tot ideologie buiten hun eigen religie. om. Wat wij natuurlijk wel hebben gedaan. Het christendom is volledig besmet door dogma's van het liberalisme. Ja. Hè? Dus om het moment van: we moeten allemaal vriendjes worden. En we moeten we moeten aardig zijn. Let's play nice. Ja, ja hoor, we hangen. Ja, we doen wel wat over, we doen wel wat met klimaat in de kerk en zo. Nee, weet je wel? Dus de islam is daar veel zuiverder in. Maar, ja. maar ik vind wel dat het ook. Er zit ook een hele grote keerzijde aan. Die, ja. die hij niet alleen maar meeneemt zeg maar, in, in die keuze. Maar hij, hij promoot het ook actief. Van vrouwen zijn jouw bezit. Uh, en die, uh, hè, als zij op olieventies doen, dan is dat jouw geld. Uh, en je moet, je, je, ja, je moet zoveel mogelijk vrouwen nee, en... hebben. Loyaliteit van vrouwen. Het, het, als jij twaalf, dertien jaar bent... en je woont in Nederland of Amerika of waar dan ook... en je ziet daar naar te kijken... het eerste wat jij oppikt... is, is, is vrouwen zijn mijn bezit. Of kunnen dat ja. worden als ik maar hard werk. Nee, maar ik begrijp... ja, Daar heb ik gewoon echt moeite nee, mee. Maar je hebt gelijk, maar... we, willen, we willen sterke mannen hebben. Kijk, ik nee, maar... wil een kruising tussen Piedersen. Laat me even afwachten. Tussen ja. en Tate. En een ik. kruising tussen Piedersen en dat, Tate. Ik en dus dus uh, ik vind Piedersen te soft weer... Ja, 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 precies. Maar dus wel dat je mannen leert van wat is nou sustainable, zeg maar, voor de langere toekomst. Een gezin, iemand waar je voor thuis komt, die jou respecteert, dat is weer Tate. Vrouwen moeten respect voor jou hebben, maar hoe verdien je dat respect? Door voor ze te zorgen, door ook bepaalde eisen aan hun weer te stellen. Dat zijn allemaal bewezen. Bewezen werkbare levensstrategieën hè, voor mannen. En ik denk dat heel veel mannen die weg zijn verloren. Hè, die, die blijven vaak, hè, dat heb ik in mijn eigen leven meegemaakt, blijven vaak heel lang nog feesten. Hè, want ja, uh, je kan op, 40ste, op je veertigste kinderen krijgen. is in het Westen helemaal niet raar of zo. Als je man bent. Um, en het is ook niet raar, maar het is wel ja, anders dan in andere uh, culturen. Mm -hmm. En hij. Hij maakt die commitment tussen man en vrouw als, 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 tot iets zakelijks, tot iets wat je, kunt, wat je over en weer kunt uitbuiten, als het ware. En het werkt in zijn wereld, omdat hij zich laat omringen door al die twintigjarigen, als ze geen 18 zijn, uh, die, prachtig, uh, die er prachtig uitzien. Uh, en die vinden dat natuurlijk inderdaad prima, want die krijgen een mooie Louis Vuitton-tas van hem. Die mogen lekker mee het middagje op de jacht. Die mogen uh, misschien zelfs al met hem in het openbaar verschijnen. Nou, na een week. Vindt Tete het niet meer leuk en dan, dan wordt, hij, wordt ze weer ingeruild. Um, die, die meiden kan het niet zoveel schelen, want die zijn twintig. Mm. Maar, maar het, het is wel een cultuur die niet. Um, ja, die, maar een aantal, die je maar een aantal jaar in je leven op die manier kunt omarmen, denk ik, als vrouw. Ja, en ik, ik vind maar, het heel gevaarlijk. Dat begrijp ik, maar de, 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 weg, naar, de, weg, naar, de weg van perfectie leidt naar de hel. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus, dus er zijn twee dingen. Er zijn twee dingen die... In ieder geval één ding. De andere ben ik volgens mij alweer vergeten. Maar het belangrijkste is gewoon... Dat ik heb twee waanzinnige interviews met hem gehoord. Waarin, waarin, hij, waarin ik geen moment heb gehad van... jeez, wat ben jij toch eigenlijk een smerige, smerige vrouwenhandelaar. En dat soort dingen. Dus mm. zijn boodschap die hij op... BBD, volgens mij heette die podcast, en bij Tucker ja. Carlson heeft uitgedragen. Heeft niks te maken met vrouwenhandel en TikTok en weet ik en, en, en slaan van vrouwen. Um, maar dat is een opbeurende boodschap naar jonge mensen yep. en naar mannen. Ja. Mm -hmm. en, en daar hou ik mij. Ik vind 80% van wat hij zegt, vind ik top. Hij mij het hartstikke. Hij vervangt de familie, het gezin, vervangt hij door de clan. Mm. En dan heb ik het niet over de Kloekhoek-slan, maar ja, ja, door nee, de, de ja. family-clan. Ik en ja. mijn broer, ik en mijn broer samen tegen de wereld. Mm. Ja, ik vind dat iets fantastisch moois. Ik vind dat echt heel erg mooi, romantisch en zo. Maar inderdaad, ja, hoe hij met vrouwen omgaat, ja, dat zal echt de schoonheidsprijs niet verdienen. Dat geloof ik ook wel. Alleen, wat ik dus raar vind, is dat hij. En ik zie dat in, dus, volgens mij, zie ik dat in jouw hoofd ook gebeuren. Dat je als het ware die boodschap die die rechtse kliek. Uh, in dat filmpje heeft gebracht, dat hmm. je dat, uh, dat, dat verward met zijn, met zijn eigen boodschap in die, in die laatste interviews. Want daar heeft hij helemaal niks over gezegd, weet je wel. Jij ja, dus... ja, 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 zegt nu dat ik niet zelf op dit idee ben gekomen, dat ik, dat, 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 dat ik beïnvloed ben door... Nee, ik, ik, ik weet alleen vrijwel zeker, dat dus die film, de, de, de informatie over OnlyFans en dat soort dingen... Hmm dat dat niet in de interviews zat... maar in dat filmpje wat die Liz nog wat uh, verspreid heeft. Ja, er zijn heel veel dingen gezegd door hem. Hoor. Ook waar niet in is geknipt. Maar ook zonder al die onge... Ja, zeg, uh, die korte clipjes... Is, is, uh, zegt hij, hij zegt eigenlijk twee dingen. Mannen moeten geen porno kijken, want het is degenerate. En uh, als je gewoon een leuke vrouw hebt, hoef je dat niet te doen. Doe dat niet. Maar hij, maar, hij verkoopt stop, stop. het wel. Hij verkoopt het wel. Hij verkoopt het. Ja, ik weet, dus niet, ik weet dus niet of dat nog steeds zo is. Uh, nee, oké, okay, maar. Ik heb geen idee. Maar, ik, maar wat je dan. Film, wat... Die filmpjes die ik zag van hem, die waren op zijn minst. het was nog een kanaal. het was volgens mij nog niet eens een kickboxer. Ik denk dat, denk, denk dat dat gewoon een filmpje van 15 jaar oud is of 10 jaar oud is. Dus waar ik naar terug wil is van. Mm -hmm. ja, het is een klootzak. Ja, het is absoluut een klootzak. Maar ja. soms heb je klootzakken nodig. In een oorlog. Mm -hmm. Soms heb je tanks nodig. Je kan niet met pluisjes een tank kapot gooien. Dus je hebt ja. een klootzak nodig om een klootzak eronder te krijgen. Deze ja? man is wat? niet perfect. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Maar als ik zijn laatste interviews hoor, mm -hmm. dan denk ik... Wow, wat een voorbeeld voor de jeugd. En laat hij maar heel slecht zijn geweest. I don't fucking care. I don't ja, care. Denk, maar wat denk, wat denk je dat zijn boodschap gaat worden de komende tijd dan voor... Uh, voor de jeugd. Wat, wat is nou zijn ja, ik bedoel, behalve dat hij. Kijk, je, je wordt er naartoe getrokken gewoon, nou, hè, als hij praat. Ik, 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 ik vind het echt fascinerend hoor. En. Um... De, het nou. zijn de, de ene truth bom naar de ander, wat mij betreft. Het is, het, en ik voel me het is ook zo niet dat ik me als vrouw door hem, weet je wel, in een soort hoekje wordt gezet, terug in de tijd-achtig. Ik kan heus wel, zeg maar, het verschil zien tussen het, het, het woord van één zo iemand en, wat, en wat, hoe dat werkelijk uitspeelt in het echte leven. Maar het is wel, ja, ik weet niet. Um, ik zie hem... Ik, ik, ik denk dat hij nog wel een beetje moet werken aan, aan, aan zijn echte, echte invloed, op die manier. Nou... Ik, ik, ik zie hem als een sleepboot, als een antiheld. Gewoon mm. als, een, als, een, als een kruising tussen een sleepboot en een antiheld. Dus hij, hij trekt gewoon. Ik zie hem gewoon, die kinderen, want ik heb kinderen in die leeftijd en zo, die zie ik zijn films kijken. Mm. Van, van uh, Man Up, weet je wel. Stel je niet aan. Ga, ga zelf aan de slag. Uh, ja. uh, doe dit, doe dat. Eet gezond, train, whatever. Dan denk, en dan denk ik, holy shit, wat fijn, wat fijn dat er zo iemand is. Oh, wat fantastisch. Ja, zeker. En, en, en ik weet vrijwel zeker: er is maar één held zonder zonde. En dat is Jezus. Er is niemand anders. In de hele geschiedenis mm -hmm. is, er niemand, is er geen held zonder zonde behalve Jezus. Mm -hmm. Daarom ben ik ook christen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon een held die nu. Uh, de, tegen de ja, maar paarse ik wil... gore. Ja, maar ik denk dat dat we wel. In mensen mensen proberen uit, die, uit, die, uit, uit dat moeras te trekken. van, de, van, van, van flauwe simpachtige achtige uh, cultuur Ja, dat vind ik alleen maar fantastisch. Nee, dat is ook zo. Maar misschien moeten we even een meta-opmerking nog daarover. wat ik ook heb opgeschreven. Het is wel inderdaad dat je nu ziet dat een aantal mensen. die hem eerst wel goed vonden. nu, wel, nu wat meer kritiek hebben. Um, om redenen die ik net noemde of andere redenen. En wat je. Wat ik soms wel moeilijk vind is dat je dan... Kijk, we hebben daar gewoon een goede discussie over verder. Uh -huh. Maar um, dat er op rechts, noem ik het dan maar even, uh, wel altijd zo'n... Ja, ook een soort struggle session gaande is, heb ik het idee. Ja. Waarin je de commitment aan de calls, hè, dat is dan het vechten tegen het regime, noem ik het dan maar even. Je kunt het andere namen geven. Um, belangrijk, het belangrijkste is, en als je dan een aan Andrew Tate opstaat, of een Elon Musk, of een nou, Jordan Peterson misschien wel, of nou, in ieder geval mensen die dat benoemen. Um, en op het moment dat je dan zegt van ja, maar volgens mij is dit een valse profeet, of volgens mij ja, dit vind ik gewoon niet handig, of dit vind ik niet... Ik vind deze persoon niet geloofwaardig op dit punt of zo. Is dat je in een soort struggle session komt met mensen die dan gaan mailen. Ja, je, 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 je gooit hem weg en, en, en je, je gelooft niet in de strijd. En we, moeten het, we moeten het samen doen. Mm -hmm. uh, eh? Dus we leggen de lat zo enorm hoog voor onszelf. Want wij zijn natuurlijk wel ja, wij, moeten, wij zijn van het ruim denken en het vrij denken. Ja. Um, en ik, ik, wil, ik wil mijn ogen en oren open blijven houden, ook voor mensen waarvan ik denk, ja, voor, haal, is hij niet een, ook een soort van bliksemafleider weer voor wat we eigenlijk zouden moeten doen? Of waar we het eigenlijk over ja, zouden moeten hebben? Maar dat is, is the road to nowhere. Kijk wat ja, the, daarom... enemy, the enemy of the enemy is my friend, ja, Maar dat is prima, want, want dat daarom wint wint ons onderdeel van het bos het nooit van het andere onderdeel van het bos. Omdat bijvoorbeeld ja. de communisten, die werken eerst samen en daarna moorden ze elkaar uit. En bij ons is het zo, wij moorden eerst elkaar uit en verslaan dus nooit de tegenstander. Mm -hmm. dus, dus ik heb zoiets van, wees nou ontzettend blij met die mensen. Dus daarom vind ik het ook zo verdacht en raar dat zo'n Shapiro en zo'n Pietersen en ook volstrekt yeah. gecoördineerd ineens die gasten gaan, gaan af, afbijtelen, terwijl ze nog steeds in huis, onder huisarrest zitten. Mm -hmm. dat, dat, dat slopen van je eigen helden, dat is, dat is typisch iets voor ons ja, Dat is waar. Voor ja, ons ja. soort. En, 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 en dus ik, ik wilde het juiste het Met die Milo hebben ze toen ook gedaan. Dat vond ik ja, ook precies, heel erg. Ja, precies. Dat vond ik ook een held. Dat vond ik een fantastische kerel. Dat ja. is nu een christen, hè? Ja. Uh, maar. maar um, uh, inderdaad. Maar, en ook geen heilige, inderdaad. Dus, nee, maar dus, dus het, is, het is gewoon... Op, dat gaan wij ook meemaken. Op een, moment, op een bepaald moment worden wij, worden wij zo groot en zo sterk... Als ze ook zeggen... Ja, maar die ik heeft vroeger een keer... Uh, toch een keer een, een kattenschop... Heb ik overigens nooit gedaan, hoor. Hm. Maar die heeft ooit een keer... Uh, de euro geïntroduceerd. Wat echt zo is. <laughs> zeg maar. Hoi! Ik heb de euro. Dus ik bedoel, op een Hoi. gegeven moment uh, ga je gewoon... Bij al word je altijd onder de bus gezet. Yeah. Alleen, I don't give a fucking care. Dus. Ja, ik weet het. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik zit nog. Uh... Ik wil, het ik... voelt voor mij niet goed. Kijk, ik, dat, ik... Bent... dat het allemaal niet heilig hoeft te zijn. Dat het... En kijk, als er honderd als jongens. Uh, hun leven op de rit krijgen doordat ze naar Andrew Tate hebben geluisterd, dan vind mm -hmm. ik het. Weet je, dan, dan heeft hij voor mij bestaansrecht. Natuurlijk, natuurlijk. Duizenden. Die niet, die niet hun vriendinnen achter een camera zetten, dat snap ik ook allemaal wel, snap je? Mm -hmm. Maar ik, ik voel me er toch prettiger bij, moet ik wel zeggen, door niet. Ja, door, door niet als een soort van. Nou ja, ik kijk daar allemaal maar niet meer naar, want, want hij, hij dient een doel. Deze persoon dient een doel. En dan ja, haalt ook mijn verantwoordelijkheid toch... er bij mij weg. Ja, maar Sivke, je bent toch niet binair? Als jij binair zou nee. zijn, dan zaten we hier niet samen te praten. Nee. Jij, jij, kan, jij kan de ene gedachte entertainen en de andere gedachte ook entertainen. Ja, tegelijkertijd dus ik, zelfs. Kijk, links. <laughs> of, uh, ga, ik weer, ga ik weer links en rechts? Dat wil ik niet. Ja, maar dat de, is onze, al... onze tegenstanders willen dat wij binair zijn. Mm. Dus gewoon zeggen: Oh, het is, deze meneer heeft ooit zo gedaan. Dus alles wat hij nu doet, is verder kut. En je kunt gewoon ook denken: Ja, inderdaad, het is een schoft geweest. Nu zegt hij fantastische dingen. En straks zegt hij weer dingen die ik heel slecht vind. Nou, dan vind ik het misschien weer een hoofd. maar nu op dit moment ja, zo, ben dat ik ben heel blij mee. En, en, en zo, zo kijk ik daarnaar. Ja, naar. De netto, de netto opbrengst. Misschien moet het daar de gaan netto over hebben. De netto opbrengst, de netto ja. opbrengst van iemand als steeds, is dat, uh, dat, dat er iets meer van de rock and roll-achtige, hardcore mannelijkheid ja. weer even wordt geïnjecteerd in een diep. Ja, ge, ge, um, gesteriliseerde samenleving misschien ja, wel. Want vergeet niet dat al die linksies... dat zijn allemaal fans van de, van de Stones... en de Beatles en de Who en weet ik het allemaal niet. Nou, die, volgens mij mm. Pete Townsend... Is, is, is een paar jaar geleden ook een keer opgepakt... met een bepaald soort porno... die niet heel erg populair is bij de mensen. Weet je wel? Mm. Uh, vergeef ook gewoon je eigen... Vergeef je eigen helden af en toe gewoon een beetje. Want het zijn ook gewoon mensen... en er is maar één mens zonder zonde. En dat is Jezus. Mm -hmm. yeah. dat is gewoon zo er is gewoon niemand anders in deze wereld zonder zonde ja je bent wel erg overtuigend wel Jan ik ben Dank wel je. weer ja. Dank je, <laughs> ik wilde eindelijk eens een keertje opkomen voor dat... vrouwen ja, en nu nog ben, nog ik, nog nu nog ben ik aan het einde van de uitzending weer een witte man <laughs> ja <laughs> nu heb ik het weer opgenomen voor de <laughs> Voor OnlyFans-kijkers. Maar misschien is dat gewoon een geïsoleerd, geïsoleerde ergernis van mij. Want dat, zo moet je ook altijd naar dingen kijken. Is het about the dog? Zeg ik al, Is het gaat het over Andrew Tate? Of gaat het over iets anders? Wat ik gewoon heel storend vind aan deze ja. tijd. Is inderdaad, wat je, je ziet dan die TikTok-filmpjes. En er is zo. Die, weet je dat er 10, 10 miljard is uitbetaald aan OnlyFans-vrouwen in het afgelopen jaar? Maar de, heb je de, heb je er de nieuwe? Heb jij de nieuwe, de nieuwe rage gezien? Die was gisteren op Joseph Watson. Ja, ja, ja. Het napraten ja, nee, van, van, van emoticons. Nee, maar die vrouwen worden dus gewoon worden een soort uh, tamagotchi's. Ja, tamagotchi's. Die, die zijn gewoon tamagotchi's geworden. Dat zijn <laughs> echte mensen van vlees en bloed. En die verkopen dus een soort... En mannen die geven er geld voor. Ongelooflijk. Ja, dat vind ik... ik bedoel, Protect your, 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 your sons, uh, beste Moeder. Nee, maar zet, zet daar ja, dan, wil... en dan heb ik je helemaal schaakmat. Zet daar nou de boodschap van Andrew dit gewoon tegenover. Want gewoon sta in het leven, train, wees een echt mens, bouw je bestaan ik. op. Ga knallen. Godzammer, we moeten hier tegenaan knallen, weet je, anders zijn we verloren. Hmm. Daarom ja. zitten ze vast in Roemenië. Niet omdat ze slechte dingen hebben gedaan. Oh nee. Nee, nee, maar dat, dat, uh, dat, weet, dat weet ik ook wel zeker, inderdaad. Want dan zouden we, dan zouden we de gevangen Als dat de standaard was voor iedereen, dan zaten ze gevangenissen overal vol. Ja, zo is het. Met de Frans Timmermansen en zo ook. Die uh, vast yes. ook wel het een en ander met vrouwen hebben. Nou, weet ik veel, daar ben ik helemaal niet aan het denken. Ja, ik, denk niet dat het, ik denk niet dat dat vrouwen zijn. Nee, het nee. <laughs> we gaan heel snel tussenuit, want uh, dit moet echt stoppen. <laughs> dit gaat helemaal mis is helemaal uit de hand gelopen weer. Ik, ik, ga, een heb, oh, wekker, zo ik geen, ga een wekker ik heb ook geen broekje neerzetten. Broekje hoor. Ik heb geen broekje, broekje aan. Een... Ja, nou ja, dat is. Moet je voortaan wel even een spiegel achter je zetten. Dan kunnen we allemaal meegenieten. <laughs> <laughs> bakjes zonder broekje. Ja, echt heel grappig. Zou ja, het dan, zou dan beter om... gaan, denk je zonder broekje? Eén keer in de week een bakje zonder broekje doen. Ja, ik zeg, dus een, een, met, met, een, met, een, met een rukking. Uh, <laughs> met een met een rugzak met gewichten en dan geen broekje aan en dan een bakje doen. Kijken hoe leuk die dan wordt. Ja. ja Anders zijn we snel klaar, denk ik. Ja, dan gaan mensen wel petjes uh, afnemen, denk ik. Ja, helpt dat? Ja, dat is een beetje. And to, and route Tate-route. hebt ook een je shirt aan. <laughs> ja. Get your, get your clothes on. <laughs> Volgens mij zijn we weer begonnen met de volgende anderhalf uur. Laten we er een eind aan breien. We gaan er een eind aan breien. Heel ja, erg bedankt okay. voor het kijken. Jullie kunnen ons ook zien via Rumble, Spotify, Soundcloud, uh, Apple. Uh, waar niet? We zijn overal. Uh, linkjes, ja, linkjes staan hieronder. En, en we waren op Rollopraat. En waarop God op gaat. Was ook ja. En al mijn kinderen vinden me nu fantastisch. Eindelijk. Dank je wel, jan Nu zijn we echte sterren. Heel erg bedankt, Jan-Roos. En ik heb erg gelachen. Dus um, tot de volgende bakkie, jongens. Tot de volgende week. Ciao. Tot de volgende week. Ja, hebben we hebben het helemaal niet over gehad eigenlijk, over het weer. Jawel, joh. We hebben er een kwartier over zitten ouwe hoeren over het weer. Ja, maar echt weer in het systeem en zo. Maar niet met die weerkaart. Maar goed. Nee, maar misschien leuk om een woordje bij te zetten van. Oh, ja, ja. Het brand of zo. <laughs> ik, vond heel, ik vond het heel ontspannen. Ik denk dat niemand gaat kijken, maar ik vond het komt wel erg leuk. <laughs> ja, het is ook wel leuk. Het is wel lief en sympathiek voor de NPO als wij ook een keer nulkijkers zitten. Ja. Een beetje delen in het leed. Hè? Je kunt niet altijd succesvol zijn. Hè? Je kunt nee. niet altijd de 20.000 halen.